Goedemiddag. Hartelijk welkom bij dit ronde tafel debat, nadruk op debat, over de kwaliteit van de stikstofcijfers. En hartelijk welkom aan de genodigden van het ronde tafel debat en ook aan de leden van de commissie. En die zijn ook via een videoverbinding met ons verbonden, bijvoorbeeld Laura Bromet van GroenLinks en ik verwacht ook Tom van Kampen van de VVD, nog digitaal. We hebben vandaag een rondetafeldebat over de kwaliteit van de stikstofcijfers. Dat is een experiment, dat debat voor de commissie van de LNV. Bij een rondetafeldebat gaan namelijk niet de Kamerleden in debat met de genodigden, maar de genodigden met elkaar. En de vragen waarover zij het gaan hebben zijn eerder door de commissie vastgesteld. En in hun expert papers hebben zij hun visie gegeven. En nu gaan ze daarover onderling in debat. En de aangeleverde expert papers zijn ook voor iedereen beschikbaar via de website van de Tweede Kamer. Ik dank de genodigden hartelijk voor hun, bereidheid aan deze nieuwe vorm van debat deel te nemen. En ik dank ook alvast de Kamerleden daarvoor, want zij zullen vandaag een bijrol spelen. Indien nodig kunnen zij tijdens de discussie toelichtende vragen stellen, maar het is niet de bedoeling dat ze zelf gaan deelnemen aan de discussie. De commissie hoopt op deze manier een beter beeld te krijgen van de wetenschappelijke consensus die er bestaat over de cijfers die te grondslag liggen aan het stikstofbeleid. Hopelijk is er voor de commissie in afloop van dit debat dus iets duidelijker op welke punten de genodigden het met elkaar eens zijn en over welke punten juist nog discussie bestaat. En dit zal zeker niet de laatste keer zijn dat we in deze commissie hebben over de stikstofcijfers. Dat doe ik maar vast vooruit. Maar het zou mooi zijn als we vanavond wel een stap verder zijn gekomen in een gedeelde wetenschappelijke basis. We voeren het debat in twee rondes van een uur met steeds vier wetenschappers. En aan het begin van ieder blok krijgen alle genodigden zo'n 5 minuten de tijd om zichzelf voor te stellen en hun standpunten toe te lichten. En daarna wordt de discussie gevoerd aan de hand van de voorafgestelde vragen van de commissie. En ik wil als eerst het woord geven aan de heer Velders van het RIVM. De heer Velders wordt digitaal ondersteund door de heer Bleker, ook namens het RIVM, die tijdens het debat eventueel zal ingaan op vragen die meer op zijn expertisegebied liggen. Het woord is aan de heer Velders. Dank u wel, meneer de voorzitter. Goedenavond, Kamerleden. De onrust rond stikstof is groot. Bijna dagelijks verschijnt er een kritisch verhaal in de media. Logisch, want het gaat om een enorme opgave voor ons land. Er spelen grote belangen en het raakt de levens van vele boerengezinnen en van bouwers. Tijdens die storm is onze objectief mogelijke analyse van de situatie van groot belang, inclusief alle onzekerheden. Als RIVM leveren wij wetenschappelijke analyses, samen met andere kennisinstituten, aan beslissers. Om de centrale vraag van dit debat te beantwoorden, wat is bekend over de hoeveelheid stikstofdepositie in natuurgebieden, ga ik wat vertellen over de emissies, modellen, metingen en onzekerheden daarin. Zonder metingen is er geen modellering. En zonder modellering is er geen goed beeld van de stikstofdepositie in Nederland te krijgen. Bepalen van de depositie van stikstof kan alleen door een combinatie van metingen en modellen gebeuren. Zo geven metingen een goed beeld van de situatie hier op een bepaalde plek. Maar ze zijn niet goed in staat om inzicht te geven in de bijdrage van verschillende bronnen en in een toekomstbeeld. Modellen geven juist goed een ruimtelijk beeld van de depositie en van bronbijdrage en van het beeld van de toekomst. Iets over de emissies. Met emissiegegevens en modellen bepaalt het RIVM de depositie op verschillende ruimtelijke en tijdschalen. Hierbij wordt de emissie van stikstofoxide en ammoniak in Nederland en het buitenland meegenomen. De emissie wordt bepaald door de emissieregistratie, wat een samenwerking is van RIVM, CBS, PBL, Wageningen Universiteit en Research, Deltares, TNO en nog een paar andere instituten. Deze emissies worden jaarlijks aan internationale reviews onderworpen, op basis waarvan een verbeterprogramma wordt opgesteld. De omvang van de emissies wordt bepaald door een activiteit maal een emissiefactor. Activiteit bijvoorbeeld hoeveelheid verkeer in de stad. En onzekerheden zitten dus wel in de omvang van de activiteiten, in de emissiefactoren en ook in kenmerken van de bronnen en de ruimtelijke verdeling. Over de modellen. Het RIVM bepaalt met het OPS-model en de emissies en metingen de depositie over Nederland. Het model kenmerkt zich door een hoog detailniveau en korte rekentijd, wat nodig is voor operationeel gebruik. Maar modellen bevatten ook onzekerheden. Deze hebben betrekking op de verspreiding en transport door de lucht, op verwijderingsprocessen en de depositie de neerslag naar het aardoppervlak. Onzekerheid in depositie wordt voor een groot deel bepaald
door onzekerheid in de droge depositiesnelheid, welke afhangt van onzekerheid in het depositieproces en aan de oppervlakte- en vegetatiekenmerken. De metingen. Op verschillende locaties worden metingen uitgevoerd. Die worden gebruikt om het OPS-model, de parameters in het OPS-model, te verbeteren en om berekende concentraties en deposities te eiken. De RIVM meet de concentratie van ammoniak en stikstofoxide in de lucht en van natte en droge deposities naar de bodem. Dit doen we met verschillende typen meetapparatuur, verspreid over het land. Maar we doen niet alleen zelf metingen, we gebruiken ook metingen van andere instellingen, andere instituten en provincies. De metingen zijn ingebed in een systeem van internationale vergelijkingsmetingen, waarmee de kwaliteit zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Maar ook metingen bevatten onzekerheden, welke onder andere worden bepaald door de techniek van meten en door de lokale omstandigheden rond een meetstation. Op basis van modelberekening en metingen wordt geschat dat de onzekerheid in de totale stikstofdepositie op een locatie ongeveer 35% is. Aan verkleining van deze onzekerheid wordt steeds gewerkt. Zo gaan we in het kader van het Nationaal Kennisprogramma Stikstof samen met KNMI, TNO, Wageningen Universiteit en Research en Universiteit Leiden kijken naar de mogelijkheden van satellietgebruik en naar ensemblemodellering, waarin de combinatie van verschillende modellen wordt gecombineerd. Verder wordt in Wageningen gewerkt aan de validatie van emissiesterktes. En tevens zet het RIVM in op uitbreiding van de metingen en onzekerheden in de depositiecijfers, om de onzekerheden in depositiecijfers verder te verlagen. Het meetnet wordt daarom momenteel uitgebreid met extra meetpunten van ammoniak en van natte en droge depositie. Dus om terug te komen op de centrale vraag. Ja, we hebben een goed beeld, goed inzicht in de stikstofdepositie op natuurgebieden, ondanks onzekerheden die er zijn. Doorlopend zijn er aanpassingen ook aan de bepaling van de depositie door voortschrijdende inzichten bij emissies, bij het model en ook bij metingen. En het is vervolgens aan het beleid om te beoordelen hoe met die nieuwe inzichten wordt omgegaan. Zoals gezegd, ons doel van RIVM is om samen met andere kennisinstituten een zo objectief mogelijke analyse van de depositie op natuur te bepalen, inclusief alle onzekerheden. Onze uitdaging is om de stikstofcijfers steeds verder te verbeteren, om duidelijkheid te geven voor beleid en voor iedereen die door deze problematiek zo wordt geraakt. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel, zeg ik tegen de heer Velders. Laat u een voorbeeld zijn voor iedereen, ook mooi binnen de afgebakende spreektijd. En dan ga ik over naar de heer Hordijk voor zijn bijdrage. Dank u wel, voorzitter. Ik ben Leen Hordijk, ik ben emeritus hoogleraar uit Wageningen, maar ik ben al sinds 11 jaar emeritus, dus dat is een tijdje geleden. Ik heb gewerkt in Oostenrijk aan een systeem wat vergelijkbaar is met wat we hier bespreken. En dat ging over Europese aspecten. Dat was nog in de zure regentijd. En daarom, meneer de voorzitter, heb ik afgezien van het herhalen wat ik al in mijn stuk naar u heb geschreven, maar dus even achteruit te stappen en een vergelijking te maken met wat er in Europa gebeurt. En daarom wil ik beginnen met een paar vragen. Wat is de reden dat we vandaag hier over de kwaliteit van stikstofdata praten? En waarom is er geen discussie over diezelfde data in Brussel of in Genève, waar ook over deze problematiek op basis van wetenschap wordt gewerkt? Met vergelijkbare methoden, metingen, modellen, de luchtkwaliteit wordt bestudeerd en het Europese beleid onderbouwd. De Europese aanpak van de luchtkwaliteit bestaat sinds het midden van de jaren 80. Om ook Oost-Europa erbij te hebben, begon dat in 1979 al bij de Verenigde Naties in Genève, de Economische Commissie voor Europa. Nu loopt het natuurlijk voornamelijk, zeker voor Nederland, via de Europese Unie. In de laatste 20 jaren van de vorige eeuw stond dat beleid onder de noemer zure regen. Daarna lag een meer de nadruk op luchtkwaliteit, ook op natuur en smog, gezondheid, fijnstof enzovoort. Op Europees niveau werden en worden dezelfde wetenschappelijke methoden gebruikt als in Nederland. Spreken we in Nederland over OPS, Guus had het er al over, dat heet in Europa EMAP, een luchtverontreinigingsverspreidingsmodel. Wat we in Nederland kritische depositiewaarde noemen, KDW in de afkorting, heet in Europa Critical Loads. En wat in Nederland areas heet, heet in Europa gains. Zoals in areas emissies, deposities en de KDW's bij elkaar komen, soort gains voor integratie op Europees niveau. Waarom hebben we dan in Nederland een lange discussie over de kwaliteit van de data, de meetnetten en de KDW's? En in Europa niet? Ligt dat aan de wetenschap
of zijn er andere oorzaken? Ik zie drie samenhangende redenen voor dit Nederlandse debat. In de eerste plaats is in Nederland het beleid gestoeld op Europese richtlijnen voor habitat en voor vogels. Dat heeft geleid tot wetgeving die, tussen aanhalingstekens of hoge komma's, een gunstige staat van instandhouding van de natuur als uitgangspunt heeft. Het Europese beleid, zowel in Genève als in Brussel, neemt normen voor luchtkwaliteit en ook voor de natuur als uitgangspunt. Je zou kunnen zeggen dat Europa vooral kijkt naar de deken van luchtverontreiniging die over ons hangt en die wil verminderen met gebiedsgerichte oplossingen. Terwijl Nederland meer kijkt naar de wolkjes die op de individuele stukken natuur neerkomen. In de tweede plaats wordt de Europese Critical Loads kaart op een veel grotere ruimtelijke schaal gebruikt dan de KDW's, de Critical Loads, voor Nederland. In Europa is het doel niet om de overschrijding van de Critical Loads in alle Natura 2000 gebieden naar nul te brengen. Iedereen realiseert zich dat dat onmogelijk is. Maar bij de onderhandelingen in Genève, waar ook Rusland bij is, is afgesproken dat in elk land het verschil tussen de critical loads, een soort van laag berggebied, en de berekende depositie, een soms heel hoog berggebied, maar zeer afwisselend, met een gelijk percentage worden verlaagd. Zodat je overal ongeveer dezelfde inspanning zou moeten verrichten. Het derde aspect is dat in Europa dat zogenaamde Gaines-model wordt gebruikt om alle gegevens bij elkaar te brengen. In dat model zit, naast wat ook in Arius zit, een zeer gedetailleerde kostendatabank. Kosten die gemaakt moeten worden om de uitstoot door de industrie, door de landbouw, de elektriciteitsproductie, transport, bouw, etc. omlaag te krijgen. En daarna wordt berekend hoe met de laagste totale Europese kosten het gat tussen die critical loads en de depositie overal in Europa met een gelijk percentage kleiner wordt. De uitkomst van die berekening is het begin van de onderhandelingen tussen de landen, de lidstaten bij de EU en de andere landen bij de ECE bij Genève. Discussie over de kwaliteit van data en wetenschap is daar nauwelijks. Ik heb zelf 10 jaar daarbij gezeten en de laatste 20 jaar heeft collega Rob Maas van het RIVM dat vooral gedaan. Dus waarom dat datadebat in Nederland? Volgens mij ligt dat aan het gekozen beleid dat loopt via vergunningen aan individuele activiteiten en daarmee aan de wetenschap vraagt om berekeningen op de schaal van 1 hectare. Vanwege die kleine schaal worden de onzekerheden in alle stappen van de berekeningen steeds groter. Gaan we door met deze kleinschalige berekeningen dan, en dat hebben wij als adviescollege meten en berekenen stikstof in 2 rapporten, ik heb ze maar even meegebracht, voorgesteld, dan moet er nog veel in kennis worden geïnvesteerd. Zou u tot een afronding willen komen? Ja, ik heb nog 1 alinea. Bij het RIVM, de universiteiten en TNO. Omdat berekeningen op grotere schaalniveaus veel minder onzeker zijn, zou het beter zijn om op een regionale aanpak over te stappen. Per slot van rekening zijn de problemen in Brabant en op de Veluwe vele malen groter dan in Groningen en Zeeland. De kwaliteit van de wetenschap is ruim voldoende om regionaal, of zo u wilt, provinciaal beleid te ondersteunen. Ik realiseer me dat dat tijd kost, maar dat is ook het geval als procedures bij de Raad van State steeds blijven terugkeren. Om het stikstofbeleid Raad van State proef te maken, zou deze ommezwaai te overwegen zijn. Ik dank u wel. Dank, heer Hoordijk. En dan ga ik over naar de heer Eresman. Dank, voorzitter. Goedemiddag allen. Ik heb ook een notitie geleverd en die heeft u ongetwijfeld gelezen. Ik kom vanuit de hoek waarvan ik denk van ja, we hebben in Europa hebben wij onze verplichting op de hals genomen om de biodiversiteit te beschermen. Dat hebben we niet voor niks gedaan. Daar zijn Natura 2000 gebieden voor geselecteerd en aangewezen. En eigenlijk gaat het erom dat wij die kwaliteit van die gebieden in stand houden. Dat we dat volgen. En dat je maatregelen neemt op het moment dat die kwaliteit achteruit gaat. Dat is de basis. Het heeft eigenlijk niks met stikstofdepositie in eerste instantie te maken.
Nee, want dan moet je terug naar de je wil graag naar de actoren terug die verantwoordelijk zijn voor die achteruitgang van of die verslechtering van die gebieden. Nou ja, dan kom je wel op stikstof, want stikstof heeft een grote bijdrage aan die achteruitgang, naast nog andere factoren overigens, waar je ook goed naar moet kijken. En dan is stikstofdepositie is eigenlijk maar een intermediair, hè, want je wil eigenlijk alleen die stikstofdepositie weten. Aan de ene kant om wetenschappelijk te bepalen, hè, wat de invloed daarvan is op die kwaliteit. En aan de andere kant de relatie te leggen met degene die stikstofdepositie veroorzaken. Want dan kom je op het beleid, hè, dan kan je met beleid in ieder geval iets aan die stikstofdepositie doen. Als je weet wie daarvoor verantwoordelijk is. Dus dat is de achtergrond waarom je eigenlijk die stikstofdepositie zo goed mogelijk wil weten. Nou hebben we in de afgelopen jaren daar al ontzaglijk veel onderzoek aan gedaan. Ik zie regelmatig berichten dat er nooit gemeten is. Ik kan overzichten daarvan leveren die wel degelijk hebben laten zien dat het zeker tot 2000 behoorlijk gemeten is. Veel campagnes zijn gedaan. Ik zou ook aanraden om het stikstofonderzoeksprogramma rapport te lezen wat wij in 1999 geloof ik geschreven hebben. Wat zelfs inging over kritische depositiewaarden, over de stand der kennis, over het verschil tussen stikstofoxide en ammoniak in relatie tot effecten bijvoorbeeld, wat ook wel een interessant onderwerp is. Er is heel veel gedaan. We hebben zelfs met kunstkoeien gewerkt. Een gasfles gevolgd, die in de lucht vrijgelaten, gemeten overal wat de verspreiding was. De pech is een beetje hierin dat na 2000 we dachten dat dat het beleid wel op orde was en dat we konden bezuinigen. Oftewel het meetnet is afgegaan. We hadden een prachtig meetpunt op Speelt wat de depositie continu meten. En ik had graag gezien dat die nu nog in de lucht was. Want dan hadden we de enige depositietrend in de wereld gehad. Maar die hebben we wegbezuinigd, dus die is er niet meer. Wat zegt dat nu over de cijfers? Nou, er is heel veel onderzoek gedaan. Wat mij betreft zijn de modellen die we gebruiken, het meetnet wat we hebben, is representatief voor de kennis die er is, maar levert ook de kennis voldoende om in ieder geval aan te geven wat zijn nou die bronnen die bijdragen aan die stikstofdepositie en om beleid op te baseren. Belangrijk daarbij is te realiseren dat de huidige stikstofdepositie zoveel meer groter is dan de kritische depositiewaarde zelf. Dat gat is nog heel groot. Dus onzekerheid aan beide kanten speelt nog een beperkte rol. En dat wordt belangrijker op het moment dat je maatregelen neemt. Als je 50% gereduceerd hebt, komt dat dichter bij elkaar. En dan wordt onzekerheid zeker een rol. Want dan ga je veel specifieker kijken naar waar je nu nog verder beleid moet voeren in het land om te zorgen dat die doelstellingen gehaald worden. Dus onzekerheden hebben ook sterk te maken met het doel wat je wil bereiken. En ik denk voor de stikstofwet, voor de omgevingswaarde die bedacht is, die ik niet zo handig vind, omdat het geen enkele relatie heeft met enige boer dan ook, hè, maar de hele omwenteling nodig heeft om die te kunnen vertalen. Om dat beleid te onderbouwen is denk ik de stikstof is voldoende. De cijfers zoals het er nu ligt. Wat is er dan nodig? Wat er nodig is volgens mij is dat we wel goed kijken. Die kennis die we opgebouwd hadden tot 2000, klopt die nog? Kunnen we dat meetnet nu weer uitbreiden, zeker met depositiemetingen, om te valideren of die kennis nog steeds actueel is en klopt daarin. Droge depositiemetingen zijn essentieel om te zorgen dat je die proceskennis die dat je hebt, dat je die vertaalt in een model. Want terecht, zoals Guus al zei, hè, wij kunnen niet anders dan een combinatie met metingen en modellen doen om deze problematiek in kaart te brengen. De variatie is zo groot in het land en in tijd dat je dat niet kan bemeten. Dat is onmogelijk. Met satellieten komen daar onafhankelijk uit de ruimte nu met mooie kennis bij om daar een bijdrage aan te leveren. Maar je blijft modellen en grondmetingen daarbij nodig hebben. Mijn pleidooi over onderzoek is vooral over een gecoördineerd onderzoek om te zorgen dat we zometeen met multidisciplinaire kennis die gebiedsprocessen in kunnen gaan. Want daar ligt een enorme opgave. Hoe ga je daarom met alle sociale gevolgen die daar plaatsvinden? Met de boer zelf, met de omgeving, met de economie daaromheen. Hoe zorg je dat je daar een nulmeting hebt? Hoe zorg je dat je daar de metingen intensiveert om te kunnen volgen dat het ook daadwerkelijk het beleid waar veel geld in gaat zitten, dat dat ook effectief is? Ik denk dat daar een coherent, gecoördineerd onderzoeksprogramma voor nodig is. Met meerdere instituten, maar ook met meerdere disciplines,
om daar antwoorden te kunnen genereren op belangrijke vragen. Tot slot, dan ben ik klaar, voorzitter. Ik zou wel graag een relatie willen zien ook met depositie en met ecologische metingen. Ik begon mijn pleidooien dat het gaat over de kwaliteit van die natuurgebieden. Dus volg ook vooral de ecologie in die gebieden en blijf dat continu terugvoeren met wat je aan stikstofdepositie meet of berekent daarin. Dank u wel. Dank. En dan is de laatste in dit blok de heer Schaap aan het woord. Dank u wel, voorzitter. Goedemiddag allemaal. De vraagstelling rond de onzekerheid en kwaliteit van de stikstofdata is niet een makkelijke vraag om te beantwoorden. We hebben geen thermometer die ons overal kan vertellen wat de temperatuur, of in dit geval de depositie, daadwerkelijk is. Die uitdaging ligt vooral bij het meten van de droge depositie van de verschillende stikstofverbindingen. En het is ook niet voor niets dat mijn collega's hier al allemaal pleiten om die metingen uit te breiden en verder te verbeteren. Gegeven het feit dat een beperkt aantal metingen beschikbaar is, zijn we afhankelijk van de modellen om een compleet beeld over Nederland te geven van die stikstofdepositie. Daarnaast zijn die modellen nodig om de brontoekenning te doen, de effectiviteit van maatregelen af te leiden en nieuwe projecten te toetsen aan hun impact op de natuurkwaliteit. Deze modellen berekenen aan de hand van de emissies, het weer, het landgebruik en procesbeschrijvingen hoe die stikstofverbindingen zich verspreiden, hoe ze omgezet worden en waar ze droog en nat deponeren. In principe is dat een massabalans. De totale depositie van de Nederlandse bronnen is gelijk aan de emissie van de Nederlandse bronnen. Dat betekent dat de onzekerheid in dat totaal even groot is als de onzekerheid in de emissies. Beter dan de onzekerheid in de emissies kunnen we het ook niet voor elkaar krijgen. En die schatting van, van de onzekerheid op de emissies is circa 20-30% op nationale schaal. En dat is denk ik ook de grens tot waar we zouden kunnen komen. Wanneer je gaat kijken naar de onzekerheden in de emissies van de deelsectoren, dan neemt die behoorlijk toe. Daarnaast is de toekenning van de emissies over ruimte en tijd een uitdagende zaak. En in dat procedure neemt de onzekerheid ook behoorlijk toe. Dat is ook net al door Jan Willem geduid. En dat betekent dat de onzekerheid in de drijvende kracht de emissies toeneemt met het detailniveau dat je probeert te bereiken. Bij een gegeven emissie er zijn de onzekerheden die je in de processen hebt, maken dat de depositie als functie van de afstand tot een bron variabel is tussen de verschillende methodes en modellen die je toe kan passen. Dat betekent dat als je verschillende aannames maakt, dat de impact van een enkel project op de depositie ongeveer 40% kan verschillen naarmate je een andere methode kiest. Dat kan voor een enkel project wel zo zijn. Wanneer je een groot aantal projecten optelt en vele bronnen bij elkaar neemt en middelt over een groter gebied, dan vallen heel veel van die onzekerheden tegen elkaar weg. Dat betekent dat het totaal veel minder onzeker is dan de individuele bijdragers. Het is belangrijk te realiseren dat na het emissie stuk, de onzekerheid in de bronnen en in de procesbeschrijvingen eigenlijk een netto nul effect behelzen. Wanneer na emissie en onzekerheid in de processen, betekent dat, ik moet het anders zeggen, wanneer je na een emissie en in je modelsysteem de depositiesnelheid met een factor 2 zou verdubbelen, dan zul je zien dat overal de concentratie van stof afneemt, maar de depositie neemt dicht bij de bron toe, maar naarmate je verder wegkomt, gaat die depositie afnemen, omdat de concentratie daar afneemt, omdat die stof eerder verwijderd is. Dat betekent dat de onzekerheden die door de verschillende modellen worden geïntroduceerd uiteindelijk een netto nul effect hebben, maar dat de verschillen zich eigenlijk laten zien in de verdeling in ruimte en tijd. En dat kan ertoe leiden dat je in de overeenstemming tussen metingen en modellen systematische effecten gaat zien, met name wat verder weg van de brongebieden. En dit soort effecten zien wij in de Nederlandse modellen, in al de Nederlandse modellen. We zien dat de afwijkingen wat verder weg van de brongebieden, bijvoorbeeld in de duingebieden, behoorlijk groot kunnen zijn. En ik zou dan ook graag ervoor willen pleiten om die systematische verschillen grondig
te bekijken en te adresseren. En door die op te lossen kunnen we de koppeling tussen de bronnen en de depositieschattingen een stuk verder vooruit helpen. Nou heb ik al gepleit om te focussen op emissies. Het is ook belangrijk om de effectiviteit van beleid te kunnen monitoren. En het is mijns inziens heel belangrijk dat je dat doet met onafhankelijke metingen. Dus er is naast mij ook al gepleit om een systeem of om een methodiek te ontwikkelen om op basis van grondmetingen en satellietdata een systeem te ontwikkelen waarmee je die emissies en de emissieveranderingen kan volgen en kan kwantificeren. En daarbij pleiten wij om het meetnetwerk uit te breiden naar brongebieden en ook te onderzoeken hoe je daar de satellietdata bij kan gebruiken. En als laatste vraag werd daarbij gesteld, wat zou u doen als u een grote pot geld had? Dan zou ik voor dit doel een ammoniaksatelliet ontwikkelen, wat op 1 km² over Nederland die emissie zou kunnen kwantificeren. Dank. Als u een microfoon uit wil zetten, dan is dat wel zo handig. In ieder geval hartelijk dank voor de diverse introducties. Nou heeft de commissie in haar wijsheid besloten debat te voeren aan een aantal vragen. Misschien was het makkelijker geweest om een stelling, dacht ik vanmiddag. Maar goed, ik volg gewoon wat de commissie me opgedragen heeft. En de eerste vraag die staat is, wat is de kwaliteit van de informatie die nu beschikbaar is over de hoeveelheid stikstofdepositie in natuurgebieden? En de heer Hoordijk gaf aan van waarom is er geen discussie op andere plekken? En de heer Schaap gaf net aan ook over afwijkingen. Wie kan ik het woord geven om zijn visie daarop te geven? En ik hoop dat u het ook nog een beetje met elkaar oneens bent, want dat verlevert het debat dan. Wie mag ik als eerste het woord geven? Niet allemaal tegelijk. Heer Velters. Ik denk dat we allemaal wel overeenstemming hebben. Dat we allemaal hebben gezegd dat het huidige systematiek vrij goed werkt en dat we daarmee dus een vrij goed inzicht hebben in de stikstofdepositie op natuurgebieden. Het gaat natuurlijk om of we, en zoals ik ook zelf aangegeven en anderen ook, dat er onzekerheden bij zitten. Zeker bij droge depositie. Dat is moeilijk te meten, dat is complex. En daar zitten grote onzekerheden bij. Dus het is vooral belangrijk van hoe relevant is die onzekerheid voor het nemen van beleid voor jullie, denk ik. En mijn vraag zou dan zijn aan andere leden dan. Van wat denken jullie dat de grote stappen zijn die we eerst moeten zetten om de onzekerheden te verlagen? Ik ben het helemaal eens met wat Jan-Willem zegt, dat we moeten kijken ook naar de ecologische parameters. Ik denk dat heel erg belangrijk is. Niet alleen maar naar de stikstofdepositie, maar ook naar de ecologische effecten. Maar het beleid is nu zo ingericht dat we de stikstof hebben. Hoe kunnen we dan wat zijn de quick wins die we kunnen halen om de stikstofdepositie te verlagen? Ik denk, voorzitter, geven dat we inderdaad de meting moeten doen in combinatie met modellen. Want zonder metingen hebben we zijn we blind als het ware. Heer Hoordijk. Dank u wel, voorzitter. Die vraag gaat over de kwaliteit van stikstofdepositiedata in natuurgebieden. Het antwoord daarop hangt af van hoe groot je het gebied neemt waar je die berekeningen voor uitvoert. Hoe kleiner de schaal, als je op de hectare gaat kijken, dan is de onzekerheid daar groter dan wanneer je een veel groter gebied neemt. Dat heeft Martijn ook al aangegeven. In het rapport van ons adviescollege hebben we het dan ook gezegd, in plaats van die ene hectare, dat zogenaamde hexagon, te nemen, kan je ook de habitattypes die op elkaar lijken of die gelijk zijn, bij elkaar voegen en daardoor het gebied wat je bekijkt groter maken dan die ene hectare. Op het moment dat je dat doet, dan zijn in ieder geval een deel van de onzekerheden, anders geformuleerd, dan gaan de onzekerheden omlaag. Dus dat zou één stap zijn. In zijn algemeenheid, daar vond ik, en dat hebben wij ook wel in ons rapport gezegd, ja, u heeft 3 leden van de commissie uitgenodigd die daarin zaten. Dus de kans is dat we met elkaar eens zijn hier en daar. dat je dan moet gaan kijken naar de cumulatie van de onzekerheden die zich door die hele keten verplaatsen. We hebben alle 3 gezegd, de emissies zijn onzeker, de berekeningen zijn onzeker. En dat is heel natuurlijk. De wetenschap heeft nou eenmaal dit soort dingen bij zich. We kunnen proberen ze zo klein mogelijk te maken. En 1 parameter om ze zo klein mogelijk te maken is die schaal waarop je kijkt groter te maken dan 1 hectare. Dat is mijn punt. Heer Eresman, heeft u een andere mening? Zeker niet op dit aspect, want ik denk dat helpt. Maar waar het mee te maken heeft natuurlijk is de beleidstoepassing, hè? De cijfers op natuurgebieden.
Kijk, er zijn twee dingen. Je hebt vergunningverlening en je hebt het algemene beleid. En dat zijn twee totaal verschillende dingen wat mij betreft. Dit raakt vergunningverlening. En vergunningverlening heeft volgens mij op dit moment nog niks te maken met natuurkwaliteit. Het gaat eigenlijk alleen maar om aan te tonen dat er niet netto meer stikstof op een natuurgebied terechtkomt. En daar zijn de modellen gewoon tot een bepaald niveau berekenniveau geschikt voor om dat te berekenen. Voor het algehele beleid is het van belang, hè, wat is nu daadwerkelijk die depositie op die natuurgebieden? En daar zit natuurlijk wel wat onzekerheid in. En dat wordt belangrijker, dat zei ik net al, naarmate je dichter bij de kritische depositiewaarde komt. Maar het wordt natuurlijk ook belangrijk in de hele studie naar die effecten van de depositie daarin. En ik zie nog wel het verschil tussen wat RIVM berekent en TNO op het gebied van de internationale bijdrage aan die depositie op natuurgebieden. Nou ja, dat is wel een bepaalde onzekerheid waar je iets mee moet. Omdat, wat ik net ook al zei, het gaat om je bronbijdrage uiteindelijk. Dus afhankelijk van waar je pas je het voor toe. Het generieke beleid 50% weten wij genoeg, denk ik, om die depositie te kunnen bepalen. Vergunningverlening nul niveau kan je berekenen. Maar als het gaat over buitenland bijdragen, heb ik wel de vraag of we daar voldoende van af weten. Dank. Kijk, de heer Schaam nog aan als u wil reageren. Doe net of het een huiskamer is, hoor. Toen ben ik nog hier de voorzitter. Raken, kom ik er wel tussen. Door onze resultaten van onze brontoekenning werden net natuurlijk even genoemd. Die staan ook in het document wat ik heb ingediend. Daar kan je op meerdere manieren naar kijken. Het is een nationale schatting voor hoe wij uitrekenen waar de stikstofdepositie in Nederland vandaan komt. En ons model is anders opgezet dan het model wat het RIVM gebruikt. Daar zitten andere parametrisaties in. Hoe je met de chemie omgaat, hoe je met het weer omgaat, met de uur-voor-uur berekeningen. Er zit wel dezelfde droge depositieschema in en er gaan ook dezelfde emissies in. Dus de verschillen die in dat plaatje staan zijn niet de grootst mogelijke verschillen als je alles anders zou doen. Maar wij komen natuurlijk op een iets ander getal uit dan wat het RIVM geeft. Wat nogal logisch is, omdat daar een aantal andere keuzes gemaakt worden. In ons model komt een iets grotere bijdrage uit het buitenland dan wat in de RIVM-data staat. Maar als je naar de Nederlandse bronbijdragers kijkt, kan je zien dat de volgorde en de groottes van de sectorbijdragers over het land gemiddeld heel erg vergelijkbaar zijn met de data die door het RIVM worden aangeleverd. En ik zie dat ook als een punt dat de robuustheid van die data op die schaal ook gewoon bevestigt. Dat neemt niet weg dat uit ervaring uit het buitenland wij wel weten dat ook in de emissies van Duitsland en in hoe de Duitse emissies zijn gelokaliseerd en dat van de Belgische, Vlaamse en de bijdragers van verder weg, dat daar wel verbetering mogelijk is. En hoe die stappen uitwerken op deze getallen, dat kan ik u hopelijk in de toekomst vertellen. Dank. Heer Velders, u wilt erop reageren? Jazeker. De woonkamer gewoon bij aansluiten. Ik wil dat heel ver benadrukken inderdaad, wat collega Martijn ook zegt. We zijn dus ook gestart met een nationaal samenwerkingsprogramma rond stikstof, een nationaal kennisprogramma stikstof, waarin we met een consortium van RIVM, TNO, Universiteit Leiden, Wageningen en KNMI, onder andere naar verschillende modellen gaan kijken, hoe die verschillende modellen zich gedragen en of we die gezamenlijk kunnen gebruiken, in plaats van dat we één model gebruiken. Maar dat we met de verschillende instituten de verschillende modellen gaan combineren, om daar te kijken wat de sterke en zwakke punten erbij zijn. Om zo de onzekerheden beter in kaart te brengen en ook de kennis die we allemaal hebben, daarin samen te brengen. In datzelfde kennisprogramma gaan we ook kijken naar het gebruik van satellietdata. Zodat we ook met gezamenlijke krachten in Nederland, verschillende instituten, bij elkaar zitten en kijken hoe kunnen we de satellietdata gebruiken in aanvulling op de metingen die we hebben en in aanvulling op de modellen die we hebben. Ik denk die samenwerking in Nederland dat die nu vorm gaat krijgen en die, zoals Jan Willem zei, ook 20 jaar terug er wel was en dat we nu ook op dit gebied weer opnieuw gaan intensiveren. Dank. Ik wil even overgaan naar de tweede vraag en ik neem de derde daar gelijk in mee, omdat ik zie dat de tweede vraag, wat zijn de belangrijkste onzekerheden in metingen en modellen en wat is de oorzaak daarvan, is net al een aantal dingen over gezegd. Maar de derde vraag zegt ook, wat zijn de implicaties van die onzekerheden voor het stikstofbeleid en of de vergunningverlening?
Het RIVM zei straks in de heer Velders in zijn begin ruim 30% onzekerheid in de modellen. Andere kant werd gezegd van je zou het regionaal moeten aanpakken. Zouden jullie daar wat meer over kunnen zeggen? En zijn jullie het met elkaar daarover eens als wetenschap dat die onzekerheden minder moeten worden en de manier waarop dat moet gaan gebeuren? Wie mag ik als eerste het woord geven? Niet allemaal tegelijk. Ze kijken allemaal de heer Eresman aan. Nou, dan heeft u het woord. Ik kan de heer Velders doet de aftrap. Ik kan even onderschrijven wat Eresman net zei. Van onzekerheden zijn zeker van belang. Maar als je nog ver boven de kritische depositiewaarde zit, is dat nog. Het is belangrijk als je er dicht in de buurt zit. Dus nu is het nog minder van belang dan als je dicht bij de natuurwaarde komt te zitten. En nou ja, dat ondersteun ik jouw punt dat je aangaf. In zijn algemeenheid is dat waar, maar de vraag is tweeledig. Zijn de data goed genoeg voor het generieke beleid en zijn de data goed genoeg voor de vergunningverlening? En daar wordt op twee verschillende, zeg maar, ruimtelijke aggregatieniveaus gebruik gemaakt van dezelfde modellen en data enzovoorts. Mijn antwoord is, op de eerste, ja, ruim voldoende, dat hadden wij ook in ons eerste rapport gezet. Met verbeteringen hier en daar iets beter meten enzovoort. Er wordt aan gewerkt, zoals u gehoord hebt. Maar zo gauw je in de huidige omstandigheden met nog wel heel veel verschil tussen de kritische depositiewaarde en de depositie zoals die berekend wordt op de hectare gaat kijken, dan gaan die onzekerheden wel een rol spelen. Ik ben het helemaal mee eens. Waar je ook in Nederland op het ogenblik emissiereductie doet, er is een grote kans dat heel veel Natura 2000 gebieden daar baat bij hebben. De ammoniak die daalt wel voor een behoorlijk deel vrij dicht bij de bron neer, maar er gaat toch nog veel meer verder weg. De stikstofoxide, die zijn voor een behoorlijk deel, vliegen die veel verder weg dan dat ze dichtbij neervallen. Maar het is wel zo dat ze allemaal wel ergens een stukje van een Natura 2000 gebied raken. En dat is dan goed voor de kwaliteit van het Natura 2000 gebied. Dus, maar de berekeningen, gewoon sec gezien, die uitgevoerd worden in al die stappen, totdat we bij die ene hectare ergens in een mooi natuurgebied zitten, daar komt een getal uit waar je rustig een factor 2 achter zou kunnen zetten. Dus ik heb het ook in mijn stuk gezet, dat als er 20 uitkomt, dan kan dat ergens tussen de 10 en de 40 liggen. Dat is niet ongebruikelijk. Op het Europees niveau, waar ik aan refereerde, hebben we dat ook al 30 jaar meegemaakt. Dat het zogenaamde EMAP-model, wat van het Noorse KNMI is, maar voor heel Europa is gemaakt, ook steeds zei van ja, een factor 2 moet je wel ongeveer meerekenen. Meneer Eresman. Ja, ik vind de vergunningverlening is natuurlijk een heikel punt. Maar het is wel gekoppeld met generieke beleid. Ik bedoel, als het generieke beleid nou op gang komt en die deposities gaan naar beneden, hebben we met vergunningen geen probleem. Want het gaat om zulke kleine hoeveelheden, dat kan je daar inpassen. Met vergunningverlening, denk ik, ga terug naar de Raad van State. De Raad van State zegt, we hebben een nulniveau. En je krijgt alleen maar een vergunning als je niet bijdraagt aan die stikstofdepositie. Dan wel, dat is de salderingsmethode, dat je ruimte daarvoor creëert. En om het nulniveau te bepalen, ja, of dat op hectare niveau is, dat gaat mij te gedetailleerd. Maar op een Natura 2000 habitatgebied kan je een nulniveau bepalen. En ja, ik blijf het een beetje lastig vinden, maar wij gaan nu doen heel veel moeite om bijvoorbeeld boeren vergunning te geven. Maar daarna komt het generieke beleid eroverheen. Die boer die zou wel eens daarna nog opnieuw geconfronteerd kunnen worden dat hij zijn vergunning niet op kan vullen, omdat hij gewoon geen ruimte heeft in het generieke beleid. Dus de vergunningen hebben helemaal niets met het generieke beleid of überhaupt met natuurkwaliteit te maken. Het gaat puur over, komt er extra stikstof op dat gebied of niet. En daar hadden we vroeger de afstandstabel voor, die was rete onnauwkeurig, maar ja, meer heb je niet nodig. En nu hebben we een heel geavanceerd systeem, wat hartstikke onnauwkeurig geworden is. Want hoe gedetailleerder, hoe onnauwkeuriger. Maar ja, dat nulniveau is nog steeds hetzelfde. Dank. De laatste vraag die wij als commissie hebben is, wat is er nodig om de kwaliteit van de metingen en de modellen te vergroten?
En als u een ruim budget zou krijgen om de metingen of modellen te verbeteren, wat zou u dan als eerste op inzetten? Nou, de heer Schapen heeft daar al een aftrap over gedaan. Die wil een ammoniak-satelliet. Maar heer Eresman, wat wilt u? Ja, ik heb niet zoveel geld nodig. Maar ik zou heel graag een meetmethode van ammoniakemissie op bedrijfsniveau, en dan vooral landbouwbedrijven. En daar zijn mogelijkheden toe. Ik snap nog steeds niet dat we dat niet hebben. Ik zou een doorvalmeetnet weer in het leven roepen. Wat toch een maat voor de depositie is. Wat redelijk eenvoudig en redelijk goedkoop uit te rollen is daarin. Maar ik zou ook wel droge depositiemetingen willen hebben om dat proces goed te begrijpen, om dat weer te vertalen in de modellen. En voor de rest zou ik vooral meerdere modellen tegelijkertijd meenemen. En dan net zoals onze collega's meteorologen bij het nieuws een mooie pluim laten zien wat het gemiddelde is en de variatie daarin. Dan aan mijn rechterkant ook nog wensen ten opzichte van wat de heer Eresman net geschetst heeft. Anders ga ik over naar de Kamerleden. Maar... mag ik even de aanleiding van de metingen mijn collega dokter Bleker vragen om het aan te vullen? Wat we al doen bij RIVM met de metingen. Zeker, het woord is aan de heer Bleker. Nou ja, dank u wel Guus en overige Kamerleden. Nou, ik denk dat ik het wat dat betreft in hele grote lijnen ook eens ben met wat Jan-Willem hier aangegeven heeft. Kijk, wij doen al veel met betrekking tot metingen. We zijn in tussentijd ook bezig met het uitbreiden van de metingen. Sinds de vorige rapportages waar Leen Hordijk het ook over had vanuit de adviescommissie. Die waren al in gang gezet, maar meer inzet op inderdaad droge depositiemetingen ten aanzien van het verbeteren van die proceskennis. Dat is zeer wenselijk, want sinds enige tijd is daar natuurlijk, of niet natuurlijk, maar daar is een beetje de klad in gekomen vanwege de bezuinigingen waar Jan-Willem het ook al over had. Dus wat dat betreft, uitbreiden van die metingen in die richting, dat zou een zeer wenselijke stap zijn. Heer Hordijk, heeft u nog wensen? Dank u wel, heer Bleker. Nee, een onderstreping van wat er gezegd is. Nederland is heel goed geweest in nationale onderzoeksprogramma. We hadden er een voor luchtverontreiniging in de jaren 90 of 80, 90. We hadden er een voor klimaat in het begin van deze eeuw en ook al vanaf 98 ongeveer. Wat voor gezorgd heeft dat daar heel veel nieuwe wetenschap is gekomen. En voor Nederland en voor de Nederlandse onderzoekers ook heel vruchtbaar is geweest in hun internationale relaties en hun bijdrage aan dit meer wereldwijde probleem. We spreken hier over Nederland, maar er zijn andere landen en andere werelddelen waar vergelijkbare problemen zijn. Dus het is ook een boost geweest voor de wetenschap zelf. Dank u wel. Dank. Ik wil overgaan naar de vragen vanuit de commissie. En ik wilde beginnen met mevrouw Bromet om daar de eerste vraag te stellen. Kort en puntig wat mij betreft. En geeft u ook aan wie u de vraag stelt. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moet zeggen dat het mij als simpele parlementariër wel een beetje duizelt. Want het is echt ingewikkelde materie. En ik snap dat het voor wetenschappers heel belangrijk is om precies te weten hoe het zit. Maar ik zou graag een reflectie willen hebben en ik heb er al een beetje over gehoord van hoe we daar als parlementariërs naar moeten kijken. Want we moeten we om het stikstofprobleem in Nederland op te lossen en de natuur te verbeteren nou echt op de komma weten hoe het precies zit? Of zeggen ook de wetenschappers van ja, we willen het heel graag weten en we moeten het ook weten. Maar de depositie en de uitstoot is op dit moment zo hoog dat we echt gewoon aan de gang moeten om die uitstoot te verminderen. Heeft u ook nog specifiek waar u de vraag aan stelt? Want u stelt hem nu algemeen aan vier heren. Nou, ik zou zeggen als twee heren vinger op willen steken, dan maakt het me niet uit welke het zijn. U maakt het spannend. Ik ga over naar, ik ga eerst inventariseren, dan schrijft u mee met de vragen wat mij betreft. En ik ga over naar de heer Van Kampen, VVD-fractie. Dank u. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank voor de toelichting op de materie. Voor mij heb ik het amendement, het pasamendement uit 2009. En daar wordt eigenlijk ingeschreven de minimumvereisten aan de inhoud van programma's voor Natura 2000 gebieden waarop dat programma van toepassing is. En dat zijn de drie eisen. Een beschrijving van de huidige toestand van een gebied. Een beschrijving van de autonome ontwikkelingen en de effecten daarvan, positief of negatief of stikstofdepositie. En drie, de te realiseren doelstellingen ten aanzien van stikstofdepositie.
En als we er nou van uitgaan dat de vogel- en habitatrichtlijn van ons vragen dat we een goede staat van instandhouding en een verslechteringsverbod naleven, in hoeverre zijn deze uitgangspunten dan nog steeds leidend om daaraan te voldoen? In hoeverre moeten we ons daarin alleen concentreren op stikstof, maar zijn om te voldoen aan de vogel- en habitatrichtlijnen misschien ook andere elementen van belang? Dat zou ik willen vragen aan de heer Eresman of de heer Hoordijk. Dank. Ik geef nu het woord aan de heer Boswijk en spreek namens de CDA-fractie. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank aan alle sprekers voor deze bijdrage en de papers. Ontzettend leerzaam weer. Het is een beetje, het duizelt mij in de zin van, wij hebben, het staat in het coalitieakkoord, we gaan heel erg gebiedsgericht aan de gang. Hè. Elk gebied is anders, elk gebied heeft een andere opgave. Maar ik hoor hier ook heel vaak generiek beleid. En ik was een paar weken geleden in het Liefdingsbroek, Natura 2000 gebied in Groningen. Daar zijn ze samen met de sector en samen met natuurorganisaties gaan ze meten in de stal en meten ook in het gebied om gezamenlijk tot een aanpak te komen. Kijken ze ook breder dan de kritische depositiewaarde. Nou, dat klinkt denk ik helemaal als muziek in de oren voor meneer Eresman, ook voor mij overigens. Maar hoe verhoudt zich dit dan, zo'n aanpak, tot generiek? Dat vind ik nog wel een ingewikkelde. Dank, heer Epping. Spreek namens Ja 21. Dank u, voorzitter. Ik heb ook een vraag aan de heer Schaap. Het valt me ook echt op de grote mate van onzekerheden die ik hier hoor. De minister Schouten, die heeft hier, ze zal daar, vorig jaar gezegd dat er geen databank is met bodemonderzoeken van de afgelopen 30 jaar. En als er geen recente en geen jaarlijks representatieve bodemonderzoeken worden gedaan in natuurgebieden, hoe wordt dan de opeenhoping van stikstof in beeld gebracht? Kan misschien de heer Schaap zeggen of iemand anders die er wat van weet, hoe lang het zou duren om dan natuurgebieden preciezer in beeld te brengen via bodemonderzoeken? Want huidige modellen en metingen, ik hoor voortdurend onzekerheidsfactoren. En kun je daar echt veel beleid, generiek beleid en duur beleid op aansluiten? Heer Bisschop, SGP. Voorzitter, dank u wel. Wat mij bij de hele stikstofdiscussie voortdurend opvalt, is de onzekerheid. Ook u als wetenschappers, dank overigens voor uw heldere toelichting en uw heldere position papers. Legt daar in alle eerlijkheid de vinger bij. Het ERIS-model wordt in de vergunningverlening gebruikt op een manier waar het eigenlijk niet voor geschikt is. Is ook niet het meest optimale systeem, hoor ik de heer Hordijk zeggen. Onlangs zaten we eens een paar kaartjes te vergelijken, want satellietmetingen geven dan hopelijk wat meer houvast. Ik heb eens een kaartje gelegd van ammoniakconcentratie afkomstig van het RIVM. Naast een TNO-kaartje van de ammoniakconcentraties vanuit de ruimte. En wat mij opvalt is het grote verschil in concentraties die gerapporteerd worden. Kijken we naar het groene hart op het kaartje van het OPS-model van RVM. Daar staat het als een hoge concentratie ammoniakuitstoot. En uw vraag is? Veenwoudengebied, precies hetzelfde. Dat zie je niet terug op het kaartje vanuit de ruimte. Daar is precies het tegenovergestelde. Hetzelfde geldt voor Noord-Drenthe, alleen dan precies omgekeerd. Dus mijn vraag eigenlijk is, wat is er nog meer nodig om gewoon een beter beeld te krijgen? Want zelfs met ruimtewaarnemingen brengt ons dat toch nog niet tot meer zekerheid. Dank u wel. Geef het woord aan de heer Wassenberg. Spreek namens de Partij voor de Dieren. Sorry. Dank, voorzitter. Dank inderdaad aan alle vier de wetenschappers voor de buitengewoon interessante presentaties en verhalen. Ik heb een vraag aan de heer Van der Maas en die gaat ook over onzekerheden. Met name gaat mijn vraag over het belang daar nu van. Als ik het goed samenvat, dan zegt u eigenlijk allemaal, het zitten grote onzekerheden. Die kunnen soms 20-30% zijn, maar die zijn op dit moment eigenlijk niet zo heel relevant. Omdat we zo ver boven die kritische depositiewaarde zijn. Volgens mij is dat soms wel een factor 2, dat die
20 of 30% een beetje in het niet valt. Dat wil zeggen, je blijft heel erg in het rode gebied, noem ik maar even zeggen. Kan de heer Van der Maas daar misschien nog iets over uitweiden? Want ik denk dat dat ook dadelijk heel erg van belang is in de discussies die wij in de Kamer gaan hebben. Met als je die onzekerheden, ja, als ze bijna wegvallen, want je blijft rood. Misschien niet het allerdonkerste rood, maar je blijft gewoon in de gevarenzone zitten. Als de heer Van der Maas iets over zou kunnen zeggen, graag. Dank, voorzitter. Ik begrijp dat de heer Velders door heeft dat hij nu vanaf nu Maas heet. Maar het is de heer Velders. Maar ik denk dat Ik kan het naambordje vanaf hier niet lezen. Er zijn mijn ogen net iets te slecht voor op mijn leeftijd. Dus ik heb in de reader gekeken en dan stond het daar verkeerd. Maar 1000 excuses. Voorzitter, helpt u wel. Mevrouw Van der Plas, namens BBB. Dank u wel. En ook dank voor de inleidingen van de heren. En excuus dat ik ietsje later binnenkwam, dus ik heb me nog niet echt kunnen voorstellen. Maar bij deze. Ik had een vraag aan de heer Eresman. En als hij denkt, ja, die past niet bij mij, maar iemand anders kan hem wel beantwoorden, dan schuif hem rustig door. Mijn vraag is eigenlijk van in hoeverre is er echt zicht op het natuurbeheer, hè? Dus door staatsbosbeheer, natuurmonumenten. Weten we wat zij precies doen aan natuurherstel en of ze dat op een zodanige manier doen dat het ook herstelt? Of hebben jullie daar data of cijfers van? Dank u wel. Het woord is nu aan de heer Thijs en spreek namens de PvdA-fractie. Dank u wel, voorzitter, en dank voor het goede gesprek wat hier gevoerd wordt. Ik wil graag ook van de heer Eresman wel het antwoord op de vraag van de heer Wassenberg, maar ook wel, de heer, u zei dat u wel wat ideeën had voor aanvullende metingen en onderzoek wat u zou willen doen over stikstof. En stel nu dat u al die metingen zou hebben, hoe zou dat dan het beleid moeten beïnvloeden? Moeten we dan opeens niet 50% stikstof reduceren? Moet het dan opeens veel minder of veel meer? Of hoe gaat ons dit helpen om beter beleid te maken in die natuur te beschermen en vooral Nederland van het slot af te halen? Dank. Ik geef het woord aan de heer Tjeerd de Groot en hij spreekt namens de D66-fractie. Ja, dank u, voorzitter, en dank voor de inleiding. En ik begrijp heel goed vanuit het wetenschappelijk oogpunt dat je die onzekerheden natuurlijk zo klein mogelijk wilt hebben. Vanuit de beleidskant willen we ook aan de slag. Dus de vraag is eigenlijk, weten we genoeg om nu met de uitvoering van het coalitieakkoord in de hand om daarmee aan de slag te gaan, om te gaan beginnen? Dat is mijn vraag. Dank. Ik heb even snel geturfd en ik zie dat de heer Eresman de meeste vragen heeft gekregen. Dus ik geef hem als eerste het woord. Ja, dank, voorzitter. Dank ook voor de vragen. Ik ga er gewoon een paar combineren. Dat maakt het makkelijker. En dat gaat over de vraag van de heer De Groot. Kunnen we nu aan de slag? Mevrouw Bromet, over wat moeten parlementariërs nu doen? Maar ook de heer Boswijk over het generieke beleid. Volgens mij zijn de onzekerheden niet zodanig. Laat ik zeggen, ik heb het woord generiek beleid in de mond genomen. Ik bedoel daarmee generiek gebiedgericht beleid. Dat is een nieuwe term, hè? Generiek gebiedgericht beleid. Ja. En wat ik daarmee bedoel is, wij zijn in staat, hè, we hebben met RIVM samen een methode ontwikkeld, hè, om terugrekenend vanuit de kwaliteit die nodig is voor de Natura 2000 gebieden te bepalen wat emissieplafonds in regio's zijn. Regio's zijn niet provincies, zijn geen gemeentes, maar zijn specifieke regio's waar de opgave vergelijkbaar is. Delen van de Gelderse Vallei zit een opgave van 70% reductie bijvoorbeeld. Maar ook op de arme zandgronden, hè, heb je plekken waar dat zo is. Wij hebben nu een kaart gemaakt met gebiedsverdeling daarin. Waarbij je dus aan kan geven voor stikstof. En dat moet aangevuld worden, let wel, met de waterkwaliteit. Maar ook met de klimaat. Hè, want dat zijn de doelstellingen voor de gebieden uit het coalitieakkoord. Dus als je die doelen in die gebieden neerlegt, dan weet je wat de opgave is. Andersom geredeneerd, je weet wat de gebruiksruimte is in die gebieden. Voor ondernemers om daar te ondernemen. Die kaarten kunnen we maken binnen de onzekerheid die er is van de modellen. Als je dan die gebiedsopgave hebt, je weet de gebieden, dan kan je in die gebieden aan de slag. En ik denk dat je dan weinig discussie over onzekerheden meer hebt. Want dan ga je aan de slag. En dan ga je aan de slag in die gebieden en dan moet je goed monitoren. Bijvoorbeeld met
kritische prestatieindicatoren, maar ook met metingen op bedrijfsniveau. Dat je ook daadwerkelijk die doelen gaat halen, want dat moet je echt wel aantoonbaar maken. Maar als je die doelen haalt, dan weet je dat je die 74% overschrijding, nogmaals een onhandige maat, maar die is nou eenmaal gekozen, die 74% overschrijding, dat je die haalt in 2030 en daarna kan je ook nog verder. Dat is volgens mij de manier om de discussie uit die onzekerheden te halen. Dat is volgens mij de manier om aan de slag te gaan. Dat is volgens mij ook de manier om dat generiek gebiedsgerichte beleid en juist die gebieden die aan de slag zijn, om die te faciliteren. Let wel, ik zou dat zo snel mogelijk doen, die kaart maken. Want er zijn allerlei gebieden die nu al aan de slag zijn. En om teleurstellingen te voorkomen omdat ze niet ver genoeg gaan, of misschien zelfs te ver, in de meeste gevallen niet, denk ik. Maar om teleurstellingen te voorkomen dat ze niet ver genoeg gaan, zou ik zeggen, doe dat zo snel mogelijk, zet dat vast en ga aan de slag. Even kijken, dan was er nog de vraag van de heer Van Kampen volgens mij over het 2009 pasamendement. Zijn die drie stappen, is dat nog steeds relevant? Breng per natuurgebied de huidige belasting, de huidige stand, de kwaliteit in beeld, de autonome ontwikkeling natuurlijk. En de te realiseren doelstellingen gelden nog steeds. Koppel dat aan het voorstel wat ik net deed om dat te vertalen in die gebiedsdoelen. Dan heb je dat bij elkaar, want dan zit je autonome ontwikkeling zit erin. Het gaat uit van de huidige opgave en het gaat uit van wat je uiteindelijk wil bereiken. Dus ja, dat past helemaal in het amendement daarin. En voor de kwaliteit van die natuurgebieden, nee, het gaat natuurlijk niet alleen om stikstof. Ik begon er ook mee. Na ons komen de ecologen, die kunnen daar veel meer over vertellen. Maar het gaat natuurlijk ook over klimaatverandering, waterbeheer. Het gaat ook over het type beheer wat je daar hebt. Exoten, er zijn allerlei bedreigingen in die natuurgebieden waar je zeker ook aandacht aan moet besteden om die instandhoudingsdoelstellingen te kunnen realiseren. Helaas heb ik geen zicht op natuurbeheer en herstel van mevrouw Van der Plas. Er zijn geen satellietwaarnemingen voor, helaas. Ik weet het niet. Misschien dat de mensen die na mij komen daar meer van af weten, maar ik ben er niet mee bekend eigenlijk. Dat waren mijn vragen, volgens mij. De PvdA-fractie had nog de aanvullende metingen en de invloed op het beleid. Ja, sorry, dat klopt. Ik denk dat de aanvullende metingen, ik denk niet dat die invloed op beleid hebben. Ik zei net al, als je die doelen vertaalt, dan heb je die doelen, dat is het beleid dan. Generiek gebiedsgericht beleid. Wat het wel versterkt, denk ik, is de monitoring van een nulniveau tot of het beleid ook daadwerkelijk in die gebieden tot resultaat leidt. Daar heb je die metingen zeker voor nodig. De metingen op bedrijfsniveau, daar ben ik een sterke voorstander van, omdat het de boer inzicht geeft in waar die op stuurt. En dat moet hij gewoon weten. En daarom is die 74% zo onhandig. Hoe kan je nou als boer op 74% sturen? Oppervlakte wat overschreden wordt. Dat zou ik niet kunnen. Dus metingen op zijn bedrijf voor ammoniakniveau, stikstofbodemoverschot, maar ook broeikasgassen en dus ook waterbelasting. Dat is essentieel om te zorgen dat hij die gebiedsdoelen ook kan halen die met hem afgesproken worden daarin. Dat beleid verandert denk ik dus niet daarin. Monitoring is essentieel om te laten zien, meer vertrouwen te geven in dat het beleid werkt. En daar vind ik die ecologische monitoring en de doorvalmeting essentieel voor. Maar dat is niet zozeer om het beleid te veranderen als wel om te volgen dat het ook daadwerkelijk tot resultaat leidt. Dank. Dan ga ik over naar de heer Schaap. Er was een vraag concreet gesteld door Jaar 21 over onzekerheden en de databank bodemonderzoek. Nou ben ik verre van een bodemkundige. Dus daar moet ik het antwoord op schuldig blijven. Het kan zijn dat we in het volgende uur daar meer informatie over horen, maar dat antwoord weet ik niet. Er werd nog wel natuurlijk een vraag gesteld door Laura Bomet over onzekerheden. En moet je tot op de komma nauwkeurig alles doorrekenen? Ik heb natuurlijk ook een heel aantal onzekerheden genoemd. Maar ik denk dat als je de toolingen en de verschillende methodes gaat gebruiken en je gaat kijken wat zijn nou de prioriteitenlijstjes, waar zou je moeten beginnen, waar maak je de grootste stappen, dat
als je die verschillende methodes toepast, dat je eigenlijk dat die lijstjes er heel erg hetzelfde uit gaan zien. Dus ja, je kan denk ik op basis van de huidige natuurlijk heel goed beleid formuleren. Zeker ook omdat je heel eind boven de KDW zit. Zijn een aantal, heel aantal onderwerpen eigenlijk gewoon no regret. Daarnaast was er een vraag over het feit dat het ammoniakplaatje zoals dat werd gegeven door het OPS-model en door een satellietbeeld wat in samenwerking met Environment and Climate Change Canada en Universiteit van Leiden gemaakt is door TNO, dat dat een verschillend beeld geeft met het modelwaarde van OPS. Nou, het zijn niet helemaal dezelfde waarden. De ene is de concentratie aan de grond, de andere is een kolom. Dus daar zit nog een verschil in de maat. Maar wat denk ik belangrijker is hier op te merken, is dat die vergelijking illustreert dat hoe meer je naar gebieden en regio's gaat, die onzekerheden toenemen. In de verdeling van die ammoniakemissies over Nederland wordt rekening gehouden met dierenaantallen, aan met technieken die je voor mestaanwending gebruikt, maar bijvoorbeeld niet met het bodemtype wat aanwezig is. Dus het kan best zijn dat op de zandgronden per kilo aangewende mest er meer ammoniak uitdampt dan dat dat in het groene hart gebeurt. En juist om dit soort beelden en dit soort metingen te vergelijken met de modellen, met de grondmetingen van het netwerk, met de natte depositiegetallen, hoe beter je dat met kennisontwikkeling die verschillende maten aan elkaar kan krijgen en de onzekerheden en emissies en de concentraties die daaruit uitrekend kan, hoe beter dat op elkaar past, hoe beter je daarna kan afleiden welke maatregelen hoeveel effect hebben. En daar heeft het beleid uiteindelijk baat bij, want daarmee kan je uiteindelijk kosteneffectiever een bepaalde doelstelling bereiken. Dat was de boodschap die ik daar aan mee wilde geven. Dank. Kijkt de heer Hoordijk even aan. Een specifieke vraag vanuit de SGP-fractie. Het ging over verschillende concentraties en ook de onzekerheden. Ik dacht niet dat je mij gericht was en ik ben geen expert op dat gebied, dus daar laat ik een ander over. Ik had wel een algemene opmerking naar aanleiding van veel van de vragen. En dat gaat over die onzekerheid, de rol van de onzekerheid. Ik heb in die stellingen die ik heb aangeleverd, die in uw pakket zitten, gezegd, hoe fijnmaziger de berekeningen zijn, hoe groter de onzekerheden worden. Dus een aanpak op de hectare, of een aanpak zoals Jan Willem heeft beschreven en ook al heeft doorgerekend, daar zit een heel groot verschil in. Die aanpak regionaal, daar zou ik zeggen, alles wat we nu hebben en weten aan cijfers vanuit emissies tot en met, in ieder geval wat wij kunnen overzien hier, de depositieberekeningen, die zijn daar ruim voldoende voor. Ga je daaronder zitten en ga je naar de hectare toe? Nou, daar hebben we al genoeg over gezegd. Ik vind die niet voldoende. Dank. En de heer Velders, een specifieke vraag van de heer Wassenberg. Ja, er zijn een paar vragen. Eerst opmerken bij de vraag van de heer Boswijk. Eén ding wat we nog steeds vergeten, is dat een 35% of 50% komt uit het buitenland. Dus we moeten ook samen met andere Europese landen inzetten om in Nederland de stikstofdepositie te verlagen. Dat is waar de heer Hoordijk nou, het grootste van zijn carrière aan gewerkt heeft. Om zo te zeggen. Dus het buitenland is ook heel belangrijk. We kunnen het niet alleen in Nederland. Dus dat is één punt dat ik wil opmerken. Inderdaad, aansluiten bij de vraag van de heer Bisschop, wat ook mijn collega Martijn Schapel zei. Ook de satellietbeelden bevatten natuurlijk onzekerheden. Een satelliet meet maar één keer per dag als het al helder weer is. Een vrij groot gebied, een aantal kilometers. Dus je hebt altijd een combinatie nodig van een model en van grondmetingen om ook satellietdata te kunnen gebruiken. Satellietdata staat, denk ik nog, we hebben pas een aantal jaren plaatjes van satellieten. Moeten nog verder worden ontwikkeld, maar ik denk dat het zeer beloftevol is. Maar in het kader van het Nationaal Kennisprogramma, stikstof, gaan we ook kijken hoe we de satellietdata kunnen gebruiken. Om bijvoorbeeld de emissies te verbeteren, zoals Martijn Schaap aangaf. En ook om het algehele beeld van Nederland beter te krijgen. Gewoon om betere cijfers te krijgen. Dus het is een nieuwe ontwikkeling die beloftevol is. En er was nog één vraag van de heer Wassenberg ook bij. Over hoe de onzekerheden zich vertalen ten van de kritische depositiewaarde. Nou, zoals we een paar keer hebben gezegd, je zit nu nog vrij ver boven die kritische depositiewaarde, zoals de heer Hoordijk ook aangaf. En dan is, mijn collega's aan de overkant ook al aangaven, dan is het vaak het beleid dus een beetje no regret. Heel veel maatregelen die je neemt om de uitstoot van zowel stikstofoxide af de ammoniak te verlagen, hebben een gunstig effect op de depositie. Het wordt pas, een interessant verkeerde woord, het wordt kritischer als je dichter bij die waarde komt te zitten. Want dan moet je gaan afwegen welk beleid het meest effectief op dat moment nog is.
Dank u wel. Ik dank u allen hartelijk voor uw bijdrage. Als het gezellig is in de huiskamer, dan vliegt de tijd. En we gaan nu even kort schorsen om het tweede blok van dit rondetafeldebat voor te bereiden. En we gaan om 18:40 weer verder.
Wil iedereen op zijn plek gaan zitten? Heer Wassenberg, ook aandacht graag. Heer Boswijk. Ik miste mijn griffier, maar die komt nou in beeld. Officieel mogen we niet beginnen als er geen griffier is. Maar ik ga daar toch toe over. We gaan in hetzelfde stramien verder met blok 2 van dit rondetafeldebat. De heren Wammeling en Van Dobbe hebben een gezamenlijk expertpaper aangeleverd. De heer Wammeling zal eerst een wat meer algemene inleiding geven met de infographic. En daarna zal de heer Van Dobbe hun gezamenlijke expertpaper toelichten. Voor u beide geldt maximaal 5 minuten. U heeft het in de eerste ronde meegemaakt. En ik geef het woord aan een van de heren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Wiege Wammeling, medewerker van Wageningen Environmental Research, oftewel WUR. Ik werk al mijn hele leven eigenlijk aan de relatie tussen plant en bodem. En waar die wel groeit en waar die niet kan groeien. Dus daar past dit goed in. En of dit nou op aarde is of Mars, ik kijk ernaar. En ik zal proberen aan de hand van een infographic die u op het scherm ziet, zal ik proberen te schetsen hoe het systeem grofweg in elkaar zit. Nou, we hebben het over de stikstofcyclus. En ik wil eigenlijk graag eerst de situatie zoals die ooit was even schetsen. En dan zien we dat er stikstof in het systeem komt. Dat ziet u rechts. En dan gaat het over iets wat u misschien niet heel bekend voorkomt. Onweer en zonnewind. Nou, die input die is er wel, maar die is zeer beperkt. Maar hij is er. Rechts beneden staan er twee processen. En dat is eerst de stikstofbinding door bacteriën. Dat speelt zich in veel grotere mate af. Als u vlinderbloemigen in uw tuin hebt, bijvoorbeeld een boon of een ert, die kunnen dat in principe samen met bacteriën. Omgekeerd zijn er ook bacteriën die stikstof weer omzetten in iets wat de lucht ingaat. Oftewel, wij hebben het over nitraat en ammoniak. Nou, vooral die nitraat die kan worden gedenitrificeerd en die verdwijnt dan weer uit het systeem. Nou, dan kijken we wat gebeurt er nou in die cyclus. Want eigenlijk wordt die stikstof rondgepompt. He, de planten die nemen het op. Dat gebeurt ondergronds. En daar vindt echt een gevecht plaats om stikstof. Want in dit systeem is stikstof zeer beperkend. En daardoor vechten de planten echt om de stikstof. En dat is een gevecht op leven en dood. Als je niet genoeg stikstof krijgt, dan ga je gewoon dood. Nou, planten die groeien, vormen biomassa. En wat je dan krijgt is dat op een gegeven moment het blad valt. Of er gaan wortels dood. Of uiteindelijk valt een boom om. Dat hebben we afgelopen weken duidelijk kunnen zien. Dat bomen omwaaien. Die worden strooisel. Dat wordt weer door bacteriën afgebroken. En vervolgens komt dat weer in het systeem. Is het weer vrij. En kan het weer door andere planten worden opgenomen. Nou mis ik natuurlijk nog wat en dat staat linksboven. Dat is de effect van dieren. Iets wat vaak wordt vergeten, ook bij het stikstofdebat. Dieren eten natuurlijk van biomassa, dieren eten ook elkaar. Dus daar vindt ook een stikstofcirculatie plaats. Maar ook dieren gaan uiteindelijk dood. En die komen dan ook weer in de bodem terecht en verteren daar. Ook daar komt dan weer stikstof uit vrij en komt in het systeem, wat planten weer kunnen opnemen. Nou, de situatie is inmiddels wat veranderd. We hebben het fenomeen depositie, stikstof. Het gaat om ammoniak en het gaat om nitraat. En dat heeft gevolgen voor het systeem, want er komt van buiten iets bij. Ten eerste, ik wil graag eerst naar het midden van het plaatje gaan. De effecten daarvan direct in de bodem is verzuring en vermesting. Dat betekent dat planten meer stikstof tot hun beschikking krijgen. Hou dat even vast. We gaan eerst richting bodem. Daar heeft het twee belangrijke effecten. Namelijk dat door de verzuring er aluminium vrijkomt in de bodem. En dat is toxisch voor heel veel planten. Die verdwijnen dan. Er zijn ook planten die daar prima mee om kunnen gaan. En die profiteren daar als het ware van. Het tweede is dat er uitspoeling plaatsvindt naar het grondwater.
En dat is ook heel vervelend voor ons, want ons drinkwater komt deels uit het grondwater. En als de nitraatgehalte daar te hoog wordt, dan kunnen we dat drinkwater niet meer gebruiken om te drinken. Dus het geeft een direct probleem. Dan kijk ik en ga ik even terug naar de vegetatie. Want wat gebeurt er nou met die planten? Die concurreerden eerst ondergronds. Nu is er genoeg stikstof beschikbaar en die gaan bovengronds met elkaar het gevecht op leven en dood aan. En wat doen sommige planten? Die kunnen heel goed omgaan met stikstof en die gaan hartstikke hard groeien. Die worden heel groot. En wat doen ze? Ze groeien over andere planten heen, nemen het licht weg. En die planten leggen het loodje. En die raak je dan uiteindelijk uit het systeem kwijt. En daardoor raken wij door stikstofdepositie uiteindelijk soorten kwijt. Nou, u hoort, ik zeg niks over de dieren. Dat zal ook heel beperkt blijven, want daar weten we eigenlijk niet zo heel veel van. Daar is nog heel veel extra onderzoek nodig. We weten wel iets, bijvoorbeeld het effect op slakken. We weten iets over het effect op vogeltjes die door hun eieren zakken of die hun botten breken. Maar in vergelijking met wat we weten voor planten is dat nog vrij onbekend. Dank u wel, meneer voorzitter. Dank u wel. Ik geef nu het woord aan de heer Van Dobben. Ja, oké. Microfoon graag. Sorry. Ja. Dank u wel, meneer de voorzitter. Han van Dobben, ook van Wageningen Environmental Research, net als mijn buurman links en mijn overbuurman. Ja, aan mij is de eer om uit te leggen hoe die KDW's berekend worden en wat voor onzekerheden dat met zich meebrengt. Nou, om te beginnen, er zijn vier methoden om de KDW te bepalen. En die zal ik proberen om die alle vier even in een paar zinnen voor u toe te lichten. De eerste is door simulatie. Dat gaat in feite zo, pak je computer, bouw een bodemmodel waarin beschrijvingen zitten van alle relevante bodemchemische processen. En koppel dat bodemmodel aan een ecologisch model waarin de randvoorwaarden zitten van habitattypen ten opzichte van bodemchemische variabelen. En dan kan je vervolgens de virtuele depositie in dat bodemmodel laten toenemen totdat bodemchemische variabelen een waarde aannemen waarbij een gegeven habitattype niet meer kan voorkomen. En die waarde, dat is dan je kritische waarde. En zoals u weet legt de EU ons de verplichting op om die habitattypen in een goede staat van instandhouding te houden. Of althans te voorkomen dat die staat van instandhouding verder achteruit gaat. En daarom concentreren we ons dus heel sterk op de habitattypen hierbij. Nou, je kan ook zeggen van, dat zijn allemaal computersimulaties. En computersimulaties die geloof ik niet. Ik wil iets doen in de echte wereld. Nou, dat kan natuurlijk ook. Je kunt een habitattype nemen en daar kan je verschillende hoeveelheden stikstof aan toedienen, toenemende hoeveelheden. En dat kan je doen in het veld, maar je kan het ook doen in het laboratorium. En dan is het dus zo dat die hoeveelheid stikstof waarboven een significant verlies aan soorten optreedt, dan is er sprake van achteruitgang, mag niet van de EU, die hoeveelheid stikstof, dat is de kritische waarde. Nou, vervolgens kan je denken van ja, die experimenten, dat hoef ik eigenlijk ook niet eens te doen, want die worden al voor mij gedaan. Als ik naar buiten ga, dan kan je heel sterk verschillende achtergronddepositiewaarden aantreffen. Dus je kunt gewoon die habitattypen vergelijken bij verschillende waarden van die achtergronddepositie over een groter gebied. Nou, dan neem je een habitattype, bijvoorbeeld grasland, om even de gedachte te bepalen. En je kijkt welke soorten daarin voorkomen bij verschillende waarden van die achtergronddepositie. En bij een achtergronddepositie waarbij de hoeveelheid soorten significant achteruit gaat, dat is dan, nou ja, dan zit je dus boven de kritische depositie. Nou, dat is die methode, noem ik de empirische methode. En dat heb ik net beschreven op basis van vegetatie, hè? Dus zoiets als grasland of bos of zo. Maar je kan het ook doen op basis van soorten. Je kunt gewoon soort voor soort kijken hoe de relatie is tussen de gemeten of gemodelleerde depositie en de kans om die soort aan te treffen. En dat kunnen we doen in de praktijk omdat we een grote database hebben met gegevens over voorkomen van ontzettend veel soorten.
En dan kan je dus vervolgens teruggaan naar die habitattypen en zeggen van, nou, ik heb een set soorten, die is kenmerkend voor een bepaald habitattype. En die moeten allemaal voor kunnen komen bij een bepaalde depositie. Nou, de depositie waarboven dat niet het geval is, dat is de kritische depositie. En dat is dus eigenlijk een beetje het kernpunt van mijn betoog. Ik wil met nadruk stellen dat we dus nu 4 volstrekt onafhankelijke methoden hebben om die kritische depositie te bepalen. En het mooie is, die komen allemaal uit in deposities die liggen in dezelfde orde van grootte. Er zijn detailverschillen, maar feitelijk komen ze allemaal met hetzelfde. Dus dat geeft een groot vertrouwen in het hele wetenschappelijke concept kritische depositie en ook in de methode om die te bepalen. Dan nog even voor de Nederlandse kritische depositie zoals we die nu gebruiken. Dat is een combinatie van de simulatiemethode, dus de computerberekening, en de empirische methode, waar trouwens ook wel een stuk experimenten in zit. En daarmee proberen we de voordelen van allebei te combineren. Namelijk de unieke waarde die simulatie oplevert, want vergunningverleners willen graag unieke waarden. En de brede Europese consensus die er is over die empirische waarden. Nou, nog even terug naar die onzekerheid. Die modellen die gebruikt zijn voor die simulatie. Daar hebben we ook nog een stresstest op gedaan door die te onderwerpen aan een formele onzekerheidsanalyse. En dat betekent dat je nagaat, dat je uitrekent hoe de onzekerheid aan de invoerkant van het model doorwerkt in onzekerheid aan de uitvoerkant. Nou, heel kort samengevat is het resultaat daarvan dat de onzekerheid in de landelijk gemiddelde kritische depositie per habitattype, die is heel klein. Maar de onzekerheid in de kritische depositie op standplaatsniveau, die is ontzettend groot. Dus wat dat betreft kom ik eigenlijk tot precies hetzelfde soort conclusies als de depositiejongens, zal ik maar even oneerbiedig zeggen. En kom ik dus eigenlijk ook beleidsmatig tot dezelfde conclusie, namelijk dat je die KDW's, die kan je prima gebruiken voor landelijk natuurbeleid. Hè? Zeg maar, als je realiseert dat de huidige landelijk gemiddelde depositie is iets in de grote orde van 24 kilo. En de kritische depositie voor gevoelige typen is iets in de grote orde van 12 kilo. Dus een eenvoudige rekensom leert al meteen dat je terug moet tot de helft. En dan zit je in feite nog een klein beetje jezelf rijk te rekenen, omdat je er dan van uitgaat dat het buitenland hetzelfde doet als wat wij doen. En dat je de gevoeligste typen helemaal niet hoeft te beschermen. Ik moet afronden natuurlijk, dus ik noem nog even een paar punten over de vraag die ons gesteld is. Wat moet je nou doen als je het allemaal wilt verbeteren? Nou, dat staat uitgebreid in de reader, maar er is in ieder geval één ding dat wil ik nog even noemen. Als je het wilt verbeteren, besteed dan meer aandacht aan de fauna. Daar is heel weinig aan gedaan tot nu toe. We weten gewoon meer van de flora. Het is makkelijker te onderzoeken, want ze vliegen niet weg als je in de buurt komt. En er is heel veel bestaande kennis over. Maar de fauna, waarschijnlijk is het zo dat fauna gevoeliger reageert dan flora. Alleen de kennis is erg anekdotisch. Nou, oh ja, ik mag nog wel één ding noemen, want ik word nog steeds. Je bent toch ver door je tijd heen. Maar, ben ik net door mijn tijd heen? Ja, oh ja. Ja. Nou, kom op, nog één ding. Ik denk een sterk punt zou zijn als je meer laboratorium- of proefveldexperimenten doet, gecontroleerde omstandigheden, maar dan om de vertaling van het veld van die omstandigheden naar het veld beter te kunnen maken, dat je ook meer doet aan veldobservaties en vooral die dingen combineert. Ik heb gezegd. Dank u wel. Als u uw microfoon uit wilt doen, dat is makkelijk voor de volgende spreker en ook de mensen die meekijken op afstand. Ik wil het woord geven aan de heer De Vries. Mij is ook gevraagd om iets te zeggen over de methode waarmee kritische deposities worden afgeleid en de betrouwbaarheid en onzekerheid. Veel is al gezegd. Even als het om de effecten gaat, samenvattend is het denk u helder. Een overmaat aan één voedingsstof, stikstof. Gebrek aan andere voedingsstoffen door verzuring, calcium, magnesium, kalium. En soorten die gaan woekeren, die er tegen kunnen en andere wegdringen die dat niet kunnen. Nou, die kritische deposities die worden dus met name bepaald om te kijken wat gebeurt er in de bodem en wat gebeurt er in de vegetatie. Misschien nog even iets over mijn achtergrond. Ik ben bodemkundige, dus wat vragen over de bodem kunnen aan mij gesteld worden. Werk sinds 1 februari volledig bij Wageningen Universiteit en heb daar een hoogleraarschap op integrale stikstofeffecten. Dus nou. En in 1985 of 86 begonnen met artikelen over kritische depositieniveaus. KDW's, critical loads, zoals de heer Horek aangaf. En dat was modelmatig toen nog. Nou, ik wil eigenlijk iets
benadrukken wat de heer Van Dobben nog niet zo gedaan heeft. Wat zijn nu de voordelen en nadelen van al die methoden? En wat betekent dat nu voor de onzekerheid en wat betekent dat voor het beleid? Laten we eens beginnen met die bemestingsexperimenten. Dat heeft een heel groot voordeel. Je weet zeker dat het over stikstof gaat. Je doet een onbemest experiment, bemesting daarnaast, 0 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 40 kilo en je kijkt wanneer zie ik een effect. Maar daar zitten toch nog wel wat nadelen aan. De eerste is, waar doe je dat? Stel je doet het in een hoogbelast gebied in Nederland, dan is er al heel veel vegetatie verloren gegaan. Als je dat dan doet, dan is waarschijnlijk die kritische depositiewaarde veel te hoog. Je moet dus naar gebieden waar heel weinig depositie is. Dus veel van die proeven zijn in Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken. Tweede probleem, hoe lang zet je het vol? Er zijn experimenten die laten zien dat als je 3 jaar doet, bij 10 kilo zie je nog niks. En bij het 4e jaar begint het effect en bij het 5e wordt het nog erger. Dus het moet lang genoeg duren. Derde punt, hoe groot maak je die intervals? Als iemand in China doen ze vaak 0, 20, 50, 100. Ja, als je dan bij 20 niks ziet en bij 50 wel, wat is het dan? 20 tot 50. Dat wordt wel heel breed. Nou, u voelt wel aan, het gaat heel veel over kwaliteit van gegevens om goede schattingen te maken. En die leiden tot bandbreedtes. Dan komt die tweede methode die de heer Van Dobben noemde. Namelijk die metingen die je doet ofwel in de ruimte. Je kijkt vanaf zeg maar een gradient van Finland tot Nederland, 50 kilo tot 10 kilo. En wat? Kijk eens of die soorten diversiteit afneemt bij hogere deposities. Dat heeft als grote voordeel dat je dan over de echte depositie praat, die er heel lang heeft plaatsgehad. Dus niet het is 3 jaar of 2 jaar, nee, 30, 40 jaar. Hè? Maar u voelt wel aan, over die grote gradient verandert ook het klimaat. En veranderen ook de bodemeigenschappen. Dus dat moet je er wel allemaal uitfilteren. Wat dan mooier is, is als je een gradient in de tijd hebt. Monitoren. Op één plek kijken hoe is de depositie die plek veranderd. En weer naar beneden gegaan. En wat gebeurde met de vegetatie. Daar hebben wij ook voorbeelden van. En die laten dan ook kritische deposities zien. En de derde zijn de modellen. Waar ik zelf ook mee begonnen ben in 86. Dat heeft als voordeel dat waar al die andere dingen, zoals die experimenten, soms allerlei verschillende criteria gebruiken. Bijvoorbeeld bodemeffecten, bepaalde soorten die achteruit gaan. Gebruiken die bodem vastgestelde criteria waarmee je gaat rekenen. Maar ja, ook die modellen hebben hun onzekerheden. Wat is nu het grote punt? En dan kom ik zo op het beleid. Van Dobben gaf het al aan Van Dobben. Ja. Eén ding kun je, vooral als een heel mooi punt, al die onafhankelijke methoden, die komen op eenzelfde range, orde grootte uit, qua bandbreedtes. Niet exacte waardes, bandbreedtes. 5 tot 10, 10 tot 20, et cetera. En dat is de vraag dan, is die bandbreedte die dan gegeven wordt, die internationaal gerespecteerd wordt, hè, dat is ook niet alleen Nederland, dat zijn grote internationale consortia, is dat nou genoeg voor beleid? Dan is mijn antwoord eigenlijk wat ook door Hordijk is gezegd, ja en nee. Ja, voor landelijk generiek beleid of zelfs provinciaal of regionaal, zoals door Erisman naar voren gebracht. En dan herhaal ik een beetje wat gezegd is. Het zit ergens tussen de 5 en 25 kilo, die kritische belastingen. De gevoeligere 5 tot 15, hè, die ongevoeligere 5 tot 25. Gemiddeld zitten we op 25. Nou ja, dan weet je dat je naar beneden moet. Maar het vergunningenbeleid, dat ligt veel moeilijker. En waarom? Omdat daarin gezegd wordt, niet alleen die 0,005 mol, er wordt gezegd, de huidige belasting moet groter zijn dan de kritische belasting bij die berekening. U voelt wel aan, als dat landelijk gemiddeld klopt, lokaal kan dat, ja, kan dat mekaar. Je hebt op de ene plek, dan is het dit en de kritische waarde is dit en de huidige is dit. En het kan wel dit zijn. Maar omgekeerd kan ook natuurlijk. Dus ja, voor het lokale beleid is zowel volgens mij de kritische depositie als de huidige depositie, die kunnen beide wel 50% verschillen, niet voldoende om dat neer te zetten. Wat is dan de gedachte? En dan eindig ik echt. Eigenlijk wat Hordijk exact zo zei, dat hele debat komt door die vergunningen, daarom praten we daarover. Dat allemaal per hectare moet, maar het is ruim voldoende om regionaal emissiebeleid in te zetten, op basis van schattingen op regioniveau, waarbij die onzekerheden vele malen lager zijn,
en zet je dan gewoon in op emissiebeleid. Dan N0, gewoon, want 0,00001 die dan uitgerekend moet worden met een depositiemodel, dat is eigenlijk schijnnauwkeurigheid. Dus dat zou mijn advies zijn, en dat heb ik in 2020 ook in een artikel al ooit beschreven. Dank u. Dank u wel. Als u een microfoon wil uitzetten, geef ik het woord aan de heer Hanekamp. Nou, vooruit. Laat ik eens een keer de knuppel in het hoenderhok gooien. Dat lijkt me wel leuk. Dat hoor je te doen als wetenschapper, denk ik. Natuurbescherming en instandhouding zijn belangrijke doelstellingen. En Nederland kiest, en daarom zitten we hier aan tafel met elkaar, een hoofdzaak voor depositiemodellering, net uitgebreid over gehad, van stikstofverbinding in combinatie met de KDW's. Laat ik het PBL eens citeren, 14 oktober 2021, aan de Kamercommissie een briefing gegeven over een eigen rapport naar een uitweg uit de stikstofcrisis. Ze zeggen onder andere het volgende. Wat we zien is dat we in de huidige aanpak geen garantie zien dat de reductie van stikstof ook leidt tot kosteneffectief natuurherstel. Kosteneffectief. Oké. De huidige aanpak riskeert lastig uitlegbare resultaten. We besteden miljarden aan de aanpak en daarmee weten we niet of we op kosteneffectieve manier natuurkwaliteit verbeteren. Als natuurkwaliteit centraal wordt gesteld, dan kan het, volgens het PBL althans, kosteneffectiever. KDW is geen maat voor de staat van de natuur. Oké. Mijn idee is dat het PBL hier geen nieuwe of bijzondere uitspraken doet. Maar we hebben het liever er niet over. De KDW zullen nooit bieden wat ze beloven. En dat heeft een heleboel redenen. En ik zal er een aantal aanstippen. Anders gezegd, en ik spreek hier als een risico-expert. Dit is wat ik voor vak doe hier in Nederland en Amerika. Dus ik bekijk dat echt vanuit een risico, met een risicobril. Het halen van een KDW heeft geen voorspellende natuurwaarde voor de habitats in kwestie, aldus het PBL. En mijn positie gaat iets verder dan dat. KDW is ten diepste een denkconstruct, zoals Alfred North Whitehead het noemt, een misplaatste concreetheid. Dat klinkt wel ingewikkeld, maar het is vrij simpel. Voorbeeld. Een thermometer kan mij met precisie vertellen, voorspellend, dat ik mijn huid zal verbranden aan water boven 45 graden Celsius. Waarom weet ik dat? Dat is het karakteristiek van de huid die niet boven die 45 graden kan bestaan en kan voortduren. Dat hoef ik ook niet te testen. Een KDW-getal is iets anders. Dat is een ander soort apparaat, een ander soort ding die anders tot stand gekomen is. Je kunt dus niet zeggen of een KDW het halen of niet daarvan leidt tot een habitatverbetering in lijn met wat het PBL ook zegt. Ik zal er een aantal punten voor uithalen. Daar hebben we ook recentelijk over gepubliceerd. Ten eerste, stikstofdepositie wordt gemodelleerd. Net over gehad. De precisie die de KDW suggereren in kilogrammen of mol per hectare per jaar, als enkelvoudig getal, staat in geen verhouding tot de modelonzekerheden die er van nature zijn, die depositie berekenen met zich meebrengen. Dus de KDW suggereren en vragen dus een precisie die niet bestaat. Een ander ding is dat vanuit mijn risicoperspectief KDW nooit als enkelvoudig risicogetal kan functioneren. Zo doen we dat niet in de wetenschap. Gewoon simpelweg omdat er altijd tal van onzekerheden omheen waren. Dat is niet erg. Dat hoort bij het spel van de wetenschap. Maar dat zou ik wel willen zien. Dat zou ik willen begrijpen. Dat zou ik willen doorgronden. Ik denk ook, en dat heb ik proberen uit te leggen in het stuk wat ik ingeleverd heb vorige week, dat in feite die enkelvoudige getallen iets maskeren, namelijk die onduidelijkheden, onvolkomenheden en onzekerheden waarop KDW's gebaseerd zijn. Eén probleem die meneer Van Dobben al heeft aangehaald is, als je verschillende typen onderzoek doet en daar in feite op hetzelfde ongeveer uitkomt, of die samenvoegt, of die vergelijkt, creëer je in feite al een soort splicing, een soort samenvoegen van benaderingen die een probleem veroorzaken in het begrijpen van dat getal. Significantie zal ik het niet over hebben. Dat is een statistisch fenomeen waar we eigenlijk veel te veel mee doen en wat eigenlijk nooit levert wat het zou moeten leveren of wat we denken dat het levert. Maar daar ga ik verder niet op in, want dat is vrij technisch van aard. Leuk, maar nu even niet op zijn plek, denk ik. Ik heb 8 punten benoemd. Opschaling, vraagstukken, zeker achtergronddeposities spelen een rol in wat Wim net uitlegde over. Als je experimenten doet, dan wil je weten
wat achtergronddepositie is. Wat wij gezien hebben in het lezen van honderden studies is dat die over door de bank genomen als gemiddelde worden gegeven. Een jaargemiddelde, regionaal gemiddelde. Dat is eigenlijk onvoldoende om überhaupt met enige precisie iets te zeggen over die KDW's. Ik ga afronden, want we hebben genoeg gepraat, denk ik, althans vooralsnog. Ik denk ook dat als wij iets willen, als wij effectief natuurbeleid willen gaan voeren, dan is ten eerste, en dit is een vraagstuk waar ik me heel erg mee bezig hou, een brede maatschappelijke kostenbatenafweging gemaakt moeten worden van voorgesteld stikstofbeleid. Elk beleid brengt maatschappelijke kosten met zich mee en die kunnen resulteren in verlies aan gezonde levensjaren van velen. Daar is heel veel studie naar. En ook verlies aan allerlei andere maatschappelijke kwaliteiten die we ook graag willen bewaren. Dus ik zou zeer pleiten om überhaupt daar heel precies naar te gaan kijken. Hier laat ik het even bij. Dank u wel. Ook hartelijk dank aan alle anderen voor de introductie. Ook hier hebben we als commissie een aantal vragen bedacht. Maar ik merk dat u daar ook al wel een beetje op ingegaan bent. En de heer Hanekamp die gooide de knuppel in het hoenderhok, zoals hij dat zelf zegt. Dus ik citeer hem. Is er iemand van de andere drie die daarop wil reageren? En met name ook, hoe stevig is die wetenschappelijke onderbouwing? En ook hier weer onzekerheden. Wat zijn de belangrijkste onzekerheden? Wat zijn de oorzaken daarvan? En de vraag drie die er staat is, zijn de kritische depositiewaarden goed genoeg om beleid op te baseren? En wat zijn de implicaties van de onzekerheden voor het stikstofbeleid? Ik grijp er maar even die drie bij elkaar, omdat de heer Hanekamp daar al wat uitspraak over gedaan heeft. Wie mag ik het woord geven? De heer Van Dobben. Over de onzekerheid in die unieke waarden. Ik neem aan, meneer Hanekamp, dat u refereert aan de unieke KDW-waarden zoals die nu in Nederland gebruikt worden. En die unieke waarden die zijn ontleend aan de modelstudie die destijds door mij gedaan zijn. Daar hebben we dus, zoals ik al verteld heb, een uitgebreide onzekerheidsanalyse op gedaan. Dus de onzekerheden in die unieke waarden, die zijn, ik denk zelfs in de internationale literatuur gepubliceerd. En ze staan in ieder geval in Altera rapport 953. Er staat een uitgebreide tabel in met alle onzekerheden als 95% betrouwbaarheidsinterval. Zelfs niet eens per habitattype, maar per subassociatie. Ja, zelfs per subassociatie, per bodemtype. Dus nou ja, meer detail kan je dus echt niet krijgen qua onzekerheid. Dus ik denk dat dat argument niet helemaal klopt. Nou, het is natuurlijk wel zo dat die empirische schattingen, dat zijn natuurlijk, nou ja, dat heeft Wim eigenlijk net ook al uitgelegd, die empirische schattingen, dat zijn altijd ranges. Nou ja, met name als je van die experimenten doet, ja, omdat je laboratorium niet oneindig groot is en je niet oneindig veel proefvelden hebt, moet je dat dus met discrete intervallen doen. Dus als je bij 15 kilo niks ziet en 20 kilo wel iets, dan krijg je een range, een criticoloog, van 15 tot 20 kilo. Nou ja, we zijn dus met die Nederlandse nieuwe schattingen, zijn we dus altijd binnen die empirische ranges gebleven, omdat daar zo'n brede consensus over is. Dan ben je dus gesteund door de hele Europese wetenschappelijke wereld en je hebt een verbijzondering gedaan voor Nederland, om de simpele reden dat daarom gevraagd wordt. Ik zie niet helemaal wat daar mis mee is. Dus je moet het zien even in termen van onzekerheid als de meest waarschijnlijke waarde voor Nederland binnen die gegeven empirische range. Nou mag jij, Wim. Nou, daar gaat de voorzitter over. En als u mij zelf een beetje kent, zou ik nu de heer Hanekamp het woord geven. Maar ik snap dat het even, de heer Hanekamp is zo vriendelijk om de heer De Vries voor te laten gaan. Dus de heer De Vries. Nou ja, kijk, het punt is dat deze redenering kan eigenlijk voor elke norm die ook maar ergens wordt gegeven, of het nou de nitraatnorm is in het drinkwater of de ozonnorm enzovoort in de lucht, van wat vinden wij een effect, hoe definiëren we het, of in de medische wereld van alles en nog wat, kun je exact dezelfde kritiek, je zou geen medicijn meer gebruiken, want het is niet voldoende getest aan de normen die de Hanekamp mij nu toedicht. Ik heb laatst voor de US EPA iets gegeven, die hadden alle normen in de lucht en die gaf ik aan, het is methode A, B, C en D. Dat zagen zij, de Verenigde Staten of de US, als heel sterk dat vier verschillende dingen een bandbreedte leveren die vergelijkbaar is. Een bandbreedte, niet een unieke waarde. Dat in Nederland nu zo gebeurt, dat is waar.
Nu wordt met unieke waarde van depositie en van kritische depositie gerekend. Daarvan zeg ik ook, en hebben we gezegd, dat is lokaal heel erg onzeker. Dat is iets heel anders dan dat landelijk gemiddeld. Dat al die onzekerheid die met elkaar uit. En er is een wereld aan informatie. Ik ben zeven jaar projectleider van een internationaal Europees project van 860 bosopstanden, waar je gewoon monitor wat gebeurt er in de bodem. Je ziet de pH lager worden, je ziet aluminium inkomen, je ziet bij effecten van aluminium op wortels optreden, aparte experimenten, meer ammonium, je ziet. Er is een wereld aan informatie dat die effecten gewoon plaats hebben bij belastingen die we nu zien. Ik zie niet in wat hier het probleem dan exact is, behalve de bandbreedte die je aangeeft, en die is aangegeven. Heer Hanekamp, wilt u? Het is een 3-1 spel, dus dat is best aardig. Goede verdeling. aantal dingen. Bandbreedte, daar zijn we wel over eens. Er is een bandbreedte en dat is ook niet verbazingwekkend. Ik maak me altijd wel een beetje zorgen over statistische significantie, omdat die in feite door de wetenschappelijke wereld eruit gegooid is. Je hebt er niets aan en het heeft een reden waarom je daar niets aan hebt. Namelijk dat je vanuit een model kijkt en de bandbreedte die het model geeft, maar niet, en dat heet dan voorspellende statistiek, die heeft een veel grotere bandbreedte dan de, noem het maar even, de parametrische statistiek. Die is duidelijk veranderd en ik zie daar in de ecologie nog, en dat is trouwens voor heel veel studievelden begrijpelijk, maar wel eigenlijk zou dat veranderd moeten worden en moet op een andere manier daarna gekeken worden. Het probleem is alleen, dat kunnen we heel diep over discussiëren, maar dat wordt heel technisch. En ik zie daarin ook dus in die zin statistische significantie als iets wat we ook moeten verlaten, omdat het ons geen kennis biedt over het vraagstuk waar we het over hebben. Effecten, ja, natuurlijk zijn er effecten van stikstof, maar het gaat hier niet zozeer om effecten of ecologische verandering, het gaat hier over schade. En schade is een lastig te definiëren fenomeen. Als wij willen dat we de KDW's halen, 74%, Jan Willem heeft het net genoemd, dan moeten we zoveel werk verzetten dat de vraag vanzelf aan bod komt. Wat zijn de kosten, wat zijn de baten? Kunnen we die meetbaar maken, kunnen we die zichtbaar maken? PBL heeft daar een voorschot voor gegeven. Dat wordt waarschijnlijk lastiger. En dat wordt ook een vraag over de hele samenleving. Van hoe ver kunnen we daarin gaan? Hebben we moeten we keuzes maken wat we wel en wat we niet kunnen? En daarin speelt ecologie absoluut een rol. Maar is niet de belangrijkste. Is zeker niet de enige. Er zijn veel meer afwegingen die we dan moeten maken. Nederland is dicht bevolkt, even los van de agrarische sector. Dus daar zullen we serieuze keuzes in moeten maken. En daar kunnen KDW geen antwoord op geven. Die geven alleen inzicht, wellicht, misschien onhandig, misschien te nauwkeurig. Alle kritiek heb ik daarop geleverd. Maar daar zijn de KDW niet de beslissende factoren in. Ik laat het even hierbij. Dat er gelijk weer drie willen reageren. Ik geef de heer Wammeling het eerste woord. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wou eigenlijk, en dan ga ik wel naar een ander onderwerp. Ik wou namelijk een ander ding uit de opmerking van de heer Hanekamp halen. En wat mij wel intrigeerde. En dat is zijn opmerking dat, waar het RIVM dus ook al aanstipte, dat als we de KDW halen, dat dat geen garantie geeft op de natuurherstel. En ik wil er eerst inhoudelijk even op ingaan en daarna ook even in hoeverre ik het daarmee eens ben. Ik denk, er spelen verschillende processen en het is ook al eerder genoemd, maar we hebben, wat daar doorheen speelt is klimaatverandering. Dat heeft direct invloed op de vegetatie, maar ook direct invloed op hoe er met stikstof in het systeem wordt omgegaan. He, dus dat beïnvloedt elkaar. En dat maakt het ons leven als onderzoekers dus lastiger, ook interessanter, moet ik zeggen. En er spelen andere processen. Wim heeft het ook al even aangestipt. Door de verzuring raken we calcium kwijt, magnesium, erg belangrijk voor planten. Ook voor de hogere niveaus, he, voor de dieren. Ook dat speelt een rol en dat speelt mee. Daarnaast hebben we nog dingen als versnippering. Natuurgebieden zijn veel kleiner geworden. Ook dat speelt een rol. En stikstof is daar dus één van de componenten van. En eigenlijk, en daar pleit ik ook heel erg voor, is dat je niet alleen naar stikstof moet kijken, maar dat je dat integraal bekijkt en eigenlijk ook integraal dus moet gaan oplossen.
als jij alleen aan stikstof sleutelt, dat zou kunnen, dat kan tot oplossingen leiden. Maar als je dan vergeet dat er ook andere problemen zijn die misschien net zo hard doorwerken op de vegetatie, dan heb je wel één probleem opgelost, maar dan zie je in het veld misschien helemaal geen herstel. En dan is er nog iets anders, een ander fenomeen in de natuur. En dat is heel vervelend, nog vervelender dan wat ik al zei. Namelijk, in de natuur speelt toeval een belangrijke rol. En als chemicus denk je van, ja, ik reken dat gewoon uit. Er vindt een proces plaats en dat is heel duidelijk. Er is dat en er is dat. Dat voegen we samen en dan krijgen we iets nieuws. Zo werkt het in de chemie. Maar bij de ecologie werkt het anders. Daar speelt toeval een rol, dus het kan zijn. Jij maakt je systeem helemaal weer op orde. He, alles is perfect. Maar dan moet de plant, en die heeft geen pootjes, die moet daar nog wel weer terug kunnen komen. En daar zit dus een probleem. Dus stel dat jij abiotisch de deposities opgelost. Je lost klimaatverandering op. Je hebt weer genoeg calcium, je hebt weer genoeg magnesium. Het is perfect. Het paradijs voor de plant. Dan nog kan het zijn dat die plant daar nooit verschijnt, want hij kan daar niet komen. En dat is dus een belangrijk probleem dat veroorzaakt dat als je dus hebt dat je alles op orde hebt, je toch niet je planten en daarmee ook niet je dieren die daarvan afhankelijk zijn terugkrijgt. He, en dat maakt het dus ook lastig. En daarom pleit ik voor een integrale aanpak. En hoe ver ben ik het dan? Nou ja, eigenlijk misschien kunt u het zelf al wel invullen. Het is inderdaad zo dat als je alleen naar stikstof kijkt, dan kan het inderdaad zijn dat je het probleem in de natuur niet oplost. Dat er meer nodig is dan dat alleen. Dank. De heer De Vries wilde nog reageren. En dan geef ik als laatste woord op dit onderdeel aan de heer Hanekamp. Graag twee dingen. Misschien wil ik eerst even iets heel breeds doen. Omdat, Hanekamp, die begint ook eigenlijk over de inspanning die geleverd moet worden als we naar die kritische belastingen gaan. En wat dat 50% emissiereductie en wat dat allemaal de samenleving niet gaat kosten. Dan zou ik, als het dan toch op dat niveau even gaat, de zaak helemaal breed willen trekken en zeggen twee dingen. A, we hebben het helemaal niet over ammoniak, stikstofoxide en luchtverontreiniging en gezondheid. De gezondheidseffecten, 40% van de fijnstof in Nederland is stikstof georiënteerd, dat is één. We hebben het niet over het feit dat we ook nitraatuitspoeling hebben en een nitraatrichtlijn. Stikstofspoeling met fosfaat en een kaderrichtlijn water. En niet te vergeten, lachgasemissies, ook een stikstofbron, en klimaatverandering. Ik kan u zeggen, we hebben berekeningen gemaakt. Elke boer geef ik het aan. Als ik boer ben, maak ik mij zorgen over het klimaatakkoord. En niet over de stikstofproblematiek. Als we alles uit de kast trekken, hebben we allemaal berekend. Alles aan maatregelen. Je kunt het maar niet bedenken wat je wil. Emissiearme stallen, onderwaterdrains, nitrificatieremmers. En trek het maar uit de kast. Dan lukt het nog met ammoniak. Dan lukt het niet zonder veestapelreductie met het klimaatakkoord. Even om de zaak in perspectief te plaatsen. Tweede, wat ik eigenlijk nog even wil noemen. Niet zo pessimistisch als Wamelink nu zei, maar wel datzelfde. Ja. Als je denkt aan iemand die jarenlang te veel eet. Hè? Je hebt nog 6.000 kilo, hij eet 2.500, hij eet 6.000. En dan langzaam krijgt hij wat last van zijn gezondheid. Hè? Dan gaat hij 5.000 eten, dan eet hij 4.000, dan eet hij 3.000. Dan eet hij minder te veel. Hè? Dat hebben wij 40 jaar gedaan. We gaan wel zakken, maar het is minder te veel. Heeft die man, ik zal maar zeggen, zo'n buik en heel veel problemen. Dan gaat hij wat minder en dan zeggen, joh, hij knapt nog helemaal niet zo op. Nee, dan moet je echt een tijd lijnen en die buik moet eraf. En dan ga je dat langzaam weer zien. Dus er zijn gewoon vertragingen. En gelukkig heeft een experiment van meneer Berendsen laten zien dat toch vegetatie toch nog best wel positief reageert als die depositie afnam. Dat waren die dingen in de tijd. Maar laten wij nu helaas, en dat zeg ik dan hetzelfde als meneer Erisman, helaas hebben wij heel veel monitoringprogramma's als Nederland gewoon omdat we centjes wilden besparen, gestopt. In 1990 tot 2000 hebben wij ontzettend veel gemonitord. Ik ben coördinator van een Europees monitoringsprogramma geweest. 7 jaar lang de coördinator. En welk land stopte ermee? U begrijpt het al. Dat is natuurlijk erg spijtig. Maar die Europese data geven wel 20, 30 jaar data van trends. Het is niet zo dat er niks aanwezig is. En die laten zien, dingen verbeteren, maar het gaat langzaam.
Ja, Hanekamp, laatste woord. Wim, had je nou over mijn buik? Of, nee, nee, dat zou ik niet durven, ja. Nee, nee. Nee, sorry, ik kon het niet laten. Hij sprak hier de voorzitter, dus ja. Meer aan de kamp. Anyway, ik heb heel veel gezegd, er kan nog heel veel gezegd worden, maar ik wil even een gedachte meegeven. Als expert, en ik schijn er ook een van te zijn, kan mijn ideeënwereld nooit belangrijker zijn dan de mensen die ik behoor te bedienen met mijn beperkte expertkennis. Want expertkennis is altijd beperkt. Mijn zinziens een expert zijn is een oefening in bescheidenheid. Dat vraagt soms om kritisch debat, zoals hier. Met diegenen voor ogen die de resultaten van expert gedachtegoed moeten ondergaan. Bijvoorbeeld de boeren. Dat wil ik even meegeven nog. Dank. Zoals ik dat in het vorige blok ook heb gedaan, wil ik toch als afsluiter in dit blok. Als u nou een ruim budget zou krijgen, waar zou u dat als eerste op inzetten? Ik ga de heren allemaal even af, heer Wammeling. En mag kort wat mij betreft. Mag ik dan alleen het bedrag noemen wat ik graag wil? ik zou in ieder geval wel het onderwerp er ook bij noemen. Een bedrag, dat worden ze hier niet zo heel... schrikken ze niet zo van. Ik denk voor mij... ik heb in het begin in de infographic aangegeven... die accumulatie, hè, waar ik het over had. Dat systeem waarin stikstof wordt rondgepompt. Dat gebeurt in de plant. En eigenlijk, de kritische depositiewaarden doen daar eigenlijk niks mee. Hè? Dat is een gemiddelde per jaar, of zoals wij in ons recente onderzoek hebben gedaan, gemiddelde over 5 jaar. Maar wat er gebeurt is dat er Wim noemde het eigenlijk al, er wordt stikstof opgebouwd in dat systeem. En hoeveel stikstof is dat? Daar zou ik graag veel meer over willen weten. En dan moet je dus echt gaan meten. Meten is weten. Hè? Dat is beter dan modelleren. En dat zeg ik dus als modelleur. Maar... dat is denk ik belangrijk en wat ik dus graag zou willen is terug in het veld om dat te gaan meten en vervolgens te kijken hoe groot zijn die sommen nou en die op basis van die sommen kan ik dan gaan uitrekenen hoeveel stikstof kan een systeem hebben en hoeveel is te veel, zodat ik kan aangeven nu is het echt te veel en nu moeten we gaan ingrijpen op de een of andere manier. En daar zou ik graag meer onderzoek naar willen, want dat hebben we tot nu toe nog nooit gedaan. Dank. Wat is uw droom, heer Van Dobben? Met betrekking tot dit onderwerp. Eigenlijk had ik hetzelfde willen zeggen als wat Wigger net zei. Maar ik kom dus met een ander punt. Ja, ik ben maar een domme vegetatie-ecoloog. Maar wat mijn zin is nu een grote prioriteit is onderzoek aan de fauna. De fauna is gevoelig voor stikstofdepositie, dat weten we. De kennis die erover is maar heel anekdotisch. En die zit maar bij een heel beperkt aantal onderzoekers die ook nog allemaal toevallig in Nijmegen zitten. Daar zou dat type onderzoek zou mens inziens een flinke impuls mogen hebben. Dat is alles. Dank u wel, de heer De Vries. Ja, ik heb aangegeven, er zijn allerlei vormen waarmee je die kritische waarde kunt bepalen. Hè? Experimenten, wordt veel in het buitenland gedaan. Die observationele studies, veel in het buitenland gedaan. Het bij elkaar, continu bij elkaar brengen van die informatie is erg belangrijk. Maar daar hoeven we niet veel geld aan te besteden. Maar het is gewoon de alle literatuur. Dat is niet alleen Nederland. Waar zit volgens mij wel een punt? Dat zijn die studies in de tijd. En meneer Epping die vroeg daar ook op een gegeven moment naar. En er worden... wat wij zouden kunnen doen in 1990, een klein voorbeeldje, heb ik op 200... nou, ik maar, dus was wel de projectleider, op 250 plekken... hebben wij toen stikstofvoorraden in de bodem, in het bodemvocht, in de plant, noem maar op. Daarvan zijn van 16 naar 25 jaar opnieuw gekeken, want je moet herhaald meten. Wat is er nu gebeurd met de verzuring? Nou, die was doorgegaan. Ik zou dat heel graag bij alle 250 doen, want wat ik nu zie gebeuren, dat is dat mensen een prik in de grond gaan zetten en dan zeggen, ja, aan de hand van die schatting, er is niet zoveel depositie geaccumuleerd. Dat kun je helemaal niet zeggen. Dan moet je eerst weten wat er... eerder in zat. Je moet het verschil in de tijd meten. Dat is één. Dus dat is één. Zomaar nu een prik zetten en daar allerlei conclusies uit trekken. Wat ik meen dat gaat gebeuren is gewoon, sorry dat ik het zeg, onzin. En daarbij wil ik nog laatste zeggen. Laten wij ook weer aansluiten bij de internationale monitoringssystemen die we om geldredenen hebben afgezet. Daar wordt keurig gemeten. Hoeveel komt er aan depositie in? Hoeveel neemt de boom op? Hoeveel wordt er in de bodem vastgelegd? En hoeveel spoelt eruit? Ik heb er wat artikelen over geschreven, maar dat is helaas allemaal veel internationaal. Kunnen we aan been doen. Dank.
Heer Hamerkamp. Ja, ik sluit graag bij Wim aan en bij Wieger. Ik zou een grootschalig langjarig experiment willen doen met alle toeters en bellen, bodem, depositie. Nauwkeurige achtergronddepositiemetingen, niet jaargemiddeld, daar heb je niet zo heel veel aan. En goed omlijnde ecologische eindpunten. Dus even los van schade, gewoon observeren, monitoren. Maar ik maak geen onderdeel uit van het stikstofdiscours, dus ik laat het graag nu over. Nou, het discours heeft mogelijk goed geluisterd. En de heer De Groot gaf al aan dat de tikkie zijn kant op kan voor het bedrag wat u wil geven. Althans, dat hoorde ik buiten de microfoon om. Ik wil overgaan tot het vragen stellen door de Kamerleden. Ik vraag de heer De Vries nog even vast te houden over die databank bodemonderzoek. En wat doen TBO's en natuurherstel uit de vorige ronde? Dan hoeven de Kamerleden dat niet te herhalen. Kunnen ze een nieuwe vraag stellen. Ik geef het woord aan de heer De Groot voor zijn vraag. En kort en krachtig graag geformuleerd. Ja, voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Hanekamp. Dat artikel is gepubliceerd in... Dose Response, SAGE, en het heeft een impact, leerde ik dat, van ongeveer rond de 2,28 en Nature zit op 40. En u bedankt aan het eind van dat artikel iemand van stichting Agrifex, Geesje Rotgers. Zoals bekend is dat een stichting die parlementariërs daagt voor de rechter vanwege uitspraak. Kunt u daar misschien toch iets nader op ingaan op uw band met de stichting Agrifex? Dank u wel. Verzamelt u de vraag even, zeg ik tegen de heer Hanekamp. En dan we gaan eerst een rondje bij de Kamerleden doen. Heer Thijssen, PvdA. Dank u, voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Van Dobben over wat de heer Hanekamp zei over de statistiek. Blijkbaar is er iets mis met de statistiek die u heeft gebruikt voor uw onderzoek, waardoor de kritische depositiewaarden niet zo kritisch zouden zijn. Ik snap niet helemaal wat het punt van kritiek van de heer Hanekamp was, maar ik ben wel benieuwd naar uw reactie daarop. Mevrouw Van der Plas. Dank u wel. Dank voor de inleidingen en de zeer interessante data en plaatjes en uitleg. Ja, voor een leek is het altijd fijn om in gewone mensentaal te horen hoe die problemen nou ook in elkaar zitten. En zeker voor de mensen die thuis ook meekijken, denk ik dat het heel interessant was. Dat gezegd hebbende, heb ik een vraag voor de heer Hanekamp. Mijn vraag aan de heer Hanekamp is... hoe vaak is de heer Hanekamp bij ministeries geweest om zijn kennis te delen? En wat is met die input gedaan? Dank, heer Wassenberg. Dank, voorzitter. Ook namens mij heel veel dank aan alle vier de wetenschappers. Ik heb een vraag aan de heer Wamelink. En misschien dat zijn collega Van Dobbe daar ook iets op kan zeggen. Ze zijn van hetzelfde team. Het gaat dan over de vraag dat er onderzoek zou moeten komen ook naar de dieren. En er werd ook gezegd, nou die vliegen weg of die lopen weg. Dat is wat lastiger dan planten. Maar ze vliegen en lopen lang niet altijd weg. Want in de bodem heb je slakken, daar zitten pissenbedden, insecten, duizend poten, miljoen poten. Behalve dat ook schimmels, bacteriën, gisten. Zou je daar ook niet veel beter naar moeten kijken? En dan probeer ik heel even ook meteen te zeggen, want wat er vaak gebeurt is om, zeg maar, als oplossing voor de stikstofproblematiek, wordt er afgeplakt. Maar dat betekent gewoon dat je 40 centimeter van de bodem weghaalt, met al dat bodemleven wat desastreuze gevolgen kan hebben. Kunt u daar toch iets over zeggen? En zouden we ook niet beter naar het bodemleven moeten kijken? Want dat is ook voor een heel groot deel fauna. Nou, u merkt, de heer Wassenberg is bioloog. Overtroeft ons allen daarbij. Onze huisbioloog heeft een waarde collega wel eens gezegd. Ik geef de heer Bisschop het woord. Die heeft mij ook aangegeven dat hij zo meteen wel weg moet. Dus dat heeft niet met desinteresse te maken, maar verplichtingen elders. Heer Bisschop, graag kort geformuleerd uw vraag. Dank, voorzitter. En ook dank aan onze gasten voor de heldere uiteenzetting. Als ik op één punt even de vinger mag leggen. Ik hoor de heer Dobbe zeggen van... die kritische depositiewaardes zijn wat mitsen en maren enzovoorts. Maar is heel goed te hanteren voor een landelijk natuurbeleid. Tegelijkertijd hoor ik daar tegenover de heer Hanekamp zeggen, citeren, planbureau voor de leefomgeving. Die kritische depositiewaarden zijn geen maat voor de staat van de natuur. Daar is meer voor nodig. Dat is geen enkelvoudig risico. Ik zou graag... geboeid willen luisteren naar een gedachtenwisseling tussen deze twee heren over dit onderwerp.
Als we daar nog genoeg tijd voor hebben, dan gaan we dat meemaken. Ik geef de heer Epping het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik vind het een zeer geanimeerd debat. En ik denk dat na het tijdperk van de virologen, met het tijdperk van de stikstofologen tegemoet gaan. Misschien kunnen we ze beter habitatologen noemen, dat klinkt mooier. Ik heb een vraag aan de heer Hanekamp. Hij zegt dus dat de KDW is niet geschikt om beleid op te baseren. En dat is nou precies wat we wel doen. Vindt hij dat dan niet riskant als we voor grote bedragen, en veel mensen heeft het een grote impact op, zoals boeren, dat we dan een dergelijk riskant beleid gaan voeren? Heer Boswijk. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank ook weer aan alle vier de sprekers voor deze interessante uiteenzetting. Ik had een vraag eigenlijk een beetje in het verlengde van meneer Bisschop. Het staat ook geloof ik in het stuk van meneer De Vries zelf. Die zegt inderdaad, joh, de KDW is heel goed voor landelijk beleid en zelfs provinciaal beleid. Maar heb ik het dan goed begrepen dat wil je echt in die gebieden gaan kijken, dat je veel breder aan die kritische depositie moet gaan kijken en dat je ook echt de gebieden in moet gaan om te meten? Als dat ja is, hoe verhoudt zich dat in die gebiedsprocessen? Moet je dan eigenlijk in het verlengen met de discussie die ik net met meneer Eresman heb, dat je zo meteen heel Nederland ophakt in verschillende gebiedjes en dat je per gebied gaat bepalen, dit is de milieugebruiksruimte. En daar speelt misschien kritische depositiewaarde een rol in, maar misschien niet de hele dwingende rol die we nu in de wetgeving wel hebben zitten. Daar ben ik heel benieuwd naar. Dank. Ik wil het woord geven aan de heer Van Kampen. Zou u uw microfoon aan willen zetten? Hij is gesensibiliseerd, denk ik. U mag hem ook even appen, dan zal ik hem zo op die voorlezen, zeg ik tegen de heer Van Kampen. Dan geef ik het woord even aan mevrouw Bromet. Ja, voorzitter, ik heb een vraag over het plaatje van de stikstofcyclus. Daarin staat in het tweede plaatje een pijl erbij getekend. En dat is de depositie. Die komt dus tevoorschijn op het moment eigenlijk dat de mens in beeld komt. Zo kan ik me voorstellen. En klopt het nou dat die depositie dan veroorzaakt wordt door de verbranding van fossiele brandstoffen die opgeslagen zaten in de aarde? En door het weghalen van voedingsstoffen uit bijvoorbeeld Zuid-Amerika voor veevoer? En klopt het dan ook dat er in Zuid-Amerika een verarming plaatsvindt op hetzelfde moment als die stoffen hier leiden tot depositie? En die stel ik aan degene die het plaatje hebben gemaakt. Ik kijk even of de heer Van Kampen nu live in ons midden is. Ik hoop het wel, voorzitter. Ben ik verstaanbaar? U bent verstaanbaar. Stelt u uw vraag. Dank u wel. Ik heb een vraag aan de heer De Vries. Wat zou er nodig zijn volgens hem, hij benoemde dat één keer, om de vergunningverlening zo snel mogelijk weer op gang te krijgen? Wat zou er nodig zijn in wet- en regelgeving? Wat zou er nodig zijn in Natura 2000 gebieden? Kortom, wat moeten we doen om die vergunningverlening voor alle sectoren weer op gang te krijgen? Dank. Ik wil als eerste het woord geven aan de heer Wammelink voor de gestelde vragen aan hem. En ik hoop dat u het een beetje samen kunt pakken en ook kort en krachtig kunt gezien de tijd. Ja, dank u. Dan eerst naar de vraag van mevrouw Bromet. Daar zou ik mee willen beginnen. Mijn stokpaardje, dus nu wordt het heel erg gevaarlijk. Depositie bestaat uit verschillende componenten en die heeft verschillende oorzaken. Een deel komt gewoon inderdaad door verbranding, onze auto's die rijden. Niet vergeten, een deel komt uit de industrie en huishoudens, want wij verbranden ook. Maar het grote gedeelte komt uit de landbouw. Daarvoor transporteren wij voedingsstoffen voor de dieren uit Zuid-Amerika, ook uit Afrika. En feitelijk wat wij daarbij doen is dus stikstof importeren in Nederland. Dus we halen het ergens anders weg, daar ontstaat een tekort als je daar niets aan doet. En hier krijgen we dat in ons systeem op de een of andere manier. Nou, ik heb wel eens gedacht, wat je eigenlijk zou moeten doen is
Die boot waar het voer in zit, die zou je terug moeten laten varen, maar dan met onze overtollige meststoffen. Want die komen zij daar tekort en die zouden je hier kunnen gebruiken. Er is nog een andere component, dat is kunstmest. Dat is een prachtig iets voor boeren, want je krijgt er heel snel krijg je daar op je land wat je daar nodig hebt. Ik gebruik het zelf af en toe ook, ik probeer het niet te doen. Maar dat is natuurlijk ook input in het systeem uiteindelijk, dat wel ergens weer terechtkomt. Dus op die manier maak je het systeem in Nederland stikstofrijker. Wij zijn eigenlijk een stikstofzink. En dat komt uit verschillende plekken. En daarbij het produceren van kunstmest is ook nog eens een keer heel slecht voor het klimaat, want het kost heel erg veel energie. Dan ga ik naar het andere deel, het bodemleven, want dat inderdaad, dat leidt eronder. En het probleem is, dat bodemleven, dat speelt zich af in de bodem en dat is niet erg in het zicht. En wij weten daar ook heel weinig van. Om een voorbeeld te geven van bacteriën in de bodem. Ik denk dat wij aardig weten welke bacteriën er zijn en dan heb ik het over misschien 5 tot 10%. Daarvan weten wij van een heel klein deel maar wat ze doen. Dus daar ligt dan gewoon een heel erg groot kennisgat. Wormen zijn essentieel in de bodemprocessen, ook op het boerenland. Daar zou ook wel eens veel meer naar gekeken mogen worden. En ja, dan heb je het nog over veel andere niveaus. Nou ja, wat heel duidelijk is en wat je ziet en wat natuurlijk als je het ziet heel zielig is en dus aanspreekt, is jonge vogeltjes die hun vleugeltjes breken. Nou, daar weten we nu wel iets van, maar je kunt inderdaad heel goed kijken naar slakken. Er zijn op de Veluwe op het ogenblik plekken die slakloos zijn. Dat wil zeggen huisjeslakken door het tekort aan calcium. Dus dat effect is echt groot en dat werkt door. Dus daar moeten we veel meer aandacht aan besteden. Dank u wel. Dank. Heer Van Dobben, wilt u nog een aanvulling doen? Ik denk dat u nog kunt reageren op de vraag van de SGP-fractie. Even kijken. Die vraag over dieren, nou, dat is volgens mij door Wieger al goed beantwoord. Ook over dat bodemleven. Ik wil nog wel even aanvullen een bodemcomponent waar we natuurlijk best wel veel van weten. Dat zijn mycorrhiza-paddenstoelen. En dat is behoorlijk goed vastgesteld dat die mycorrhiza-paddenstoelen heel sterk achteruit gaan bij stikstofverrijking. Even voor degenen die geen bioloog zijn, dat zijn schimmels die in symbiose leven met bomen. En die bepaalde, dus in de herfst bepaalde paddenstoelen produceren. Nou ja, zoals de vliegenzwam bijvoorbeeld. Dus dat is één ding. Nou, verder werd nog gewezen, volgens mij ook door u, over het feit dat je met plaggen, wat natuurlijk een hele aantrekkelijke beheersmaatregel is. Hè, want met plaggen, daar voer je ontzettend veel stikstof mee af. Dan kan je zo een ton stikstof per hectare mee afvoeren. Dan zit je dus op 10, 20, 30 jaar depositie. Dus wat dat betreft is het hartstikke leuk. Maar bedenk wel, daarmee voer je dus ook het hele bodemleven en diasporen af. Plus dat je ook natuurlijk veel stikstof afvoert, maar daarmee ook andere voedingsstoffen. Nou, dat stikstof dat wordt natuurlijk heel snel uit de atmosfeer weer aangevuld. Maar fosfor, dat komt er echt niet vanzelf bij. Dus je gaat die imbalans ook zeker vergroten. Dus nou ja, dat alles bij elkaar, dat heeft gemaakt dat men in het begin, en dan spreek ik over, nou ja, zeg maar 20, 30 jaar geleden, waren natuurbeheerders heel enthousiast over dat plaggen. Hebben ze heel veel gedaan. Maar men is daar nu helemaal van teruggekomen. Omdat het dus, als je het één keer doet, is het prima. Maar als je het gaat herhalen, dan wegen de nadelige effecten absoluut niet meer op tegen de voordelige. Even kijken. Oh ja, dan was er nog een vraag. Als ik door mag gaan naar de volgende van meneer Bisschop. Die zegt van, ja, het halen van de KDW is geen garantie voor succes in het natuurbeheer. Daarover zou ik volgens mij met meneer Hanekamp in discussie gaan. Nou, laat ik beginnen met het statement te maken. Daar ben ik het gewoon helemaal mee eens. Natuurlijk is dat zo. Er is van alles mis in de natuur. De hoge stikstofdepositie is één van de problemen. Nou ja, dat was natuurlijk ook het hele idee achter die herstelmaatregelen voor de PAS destijds. Nou ja, die PAS die is dus inmiddels afgeschoten, zoals we allemaal weten. Maar die herstelmaatregelen, waar destijds heel veel energie in gestoken is, die worden nog steeds toegepast. Want er is natuurlijk van, nou ja, het idee was destijds van we gaan die stikstofdepositie gaan we niet zo snel. Maar laten we dan andere dingen doen die ook de kwaliteit van de natuur verbeteren. Nou, dat is natuurlijk een strategie die heel werkzaam kan zijn. En dus met name in Hoog-Nederland is natuurlijk de speelruimte vrij klein. Maar in Laag-Nederland kan je met de hydrologie kan je natuurlijk heel veel bereiken. En dat is ook gebeurd.
Het herstel van kwelsituaties, daar kan je heel veel mee bereiken. En dat herstelt dus ook voor een deel zeg maar de verzuring die is opgetreden ter gevolge van stikstofdepositie. Dus dat was een vraag, misschien moet ik dat meteen even beantwoorden, in de vorige ronde van mevrouw Van der Plas, van wat doen Staatsbosbeheer en natuurmonumenten nou aan beheer? Gaat dat nou wel goed? Nou, ik denk, maar dat is een klein beetje mijn persoonlijke onderbuikgevoel, hoor, wat ik nou verwoord. Met name dus dankzij die pasmaatregelen en het vele geld wat daarvoor was, is denk ik het natuurbeheer grootschalig best heel goed op orde op dit moment. En zit daar weinig speelruimte meer in. Dat is gewoon goed in orde en je kan niet zo heel veel meer doen als wat er nu gebeurt. Aan de andere kant is het dus wel het risico van overbeheer, van het klakkeloos toepassen van die pasmaatregelen in terreinen waar ze helemaal niet gunstig zijn, waar ook voorbeelden van zijn. Dus wacht even hoor, kijk nog even op mijn lijstje. Oh ja, meneer Thijssen, die vroeg nog iets over statistiek. Nou komen we in een wetenschapsfilosofische discussie. Ik moet zeggen, statistiek in de termen van iets significant noemen als een bepaalde p-waarde wordt onderschreden, dat is standaard wetenschap, daar ga ik niet aan prutsen. En aan de andere kant wil ik zeggen, ja, ik ben dus vooral betrokken geweest bij modelsimulaties van kritische depositie. Daarin speelt die vorm van statistiek speelt daar überhaupt geen rol in. Dus daar voel ik me niet schuldig aan. En als je niet in statistiek gelooft, dan worden kritische deposities worden daar echt niet anders van. Dank, zeg ik tegen de heer Van Dolban. Ik geef het woord aan de heer De Vries. Ja, misschien wil ik toch nog graag één aanvulling rond dat punt van PBL en die kritische depositiewaarde. Daar wil ik toch iets over zeggen. Omdat in het boekje wat wij geschreven hebben over stikstof, ook met Erisman, daar staat keurig de grafieken in om het duidelijker te maken voor de mensen dan het PBL met allerlei lastige grafieken. Dan zie je, laten we dat eerst even vaststellen, dan zie je natuur die achteruit gaat, stabiel blijft en vooruit gaat. De natuur die achteruit gaat, heeft een hogere mate van kritische depositieoverschrijding. Stabiel minder, vooruit nog minder. Maar, nu komt het punt. Het is waar, men ziet natuur die vooruit gaat, terwijl de kritische depositie wordt overschreden. En het omgekeerde. Daar zijn drie verklaringen voor, die Van Dobben noemde. Namelijk, er spelen andere factoren, hydrologie, noem maar op. Twee, het is naar beneden gegaan, maar het herstel treedt nog niet op. Dat kan ook. Het is nu ondertussen al zo. Maar ja, dat is dat verhaal. Hè? Je moet een tijd wachten. En drie, die lokale onzekerheden. Het kan best zo zijn dat de berekeningen van de KDW en die overschrijding is dat die aan deze zit. Maar de werkelijkheid zit andersom. Het zijn drie verklaringen. En het geeft inderdaad aan, denk niet als je, vroeg meneer Bos geplaatst bij een CDA-webinar met Boswijk, als ik 25 miljard besteed nu, en zei, kijken we 10 jaar verder, is de natuur dan opgeknapt? Ik ben bang voor niet. Ik zeg, ik ben ook bang voor niet. En dat vond hij wat schokkend. Maar ja, er moeten nog. We waren 30 jaar lang met het kraan open aan het dweilen. Met die maatregelen, om er nog maar wat van te maken. En op een gegeven moment moet je zeggen, ja, die kraan moet toch wel een keer dicht. Wil je niet eindeloos bezig blijven? En die hersteltrend moet toch zich een keer gaan inzetten. Nou, dat dus. En dan kom ik eigenlijk bij de vraag van de heer Boswijk. Van ja, hoe moet je dat nu zien met landelijk en regionaal ten opzichte van lokale natuurterreinen? Ja, ik pleit er inderdaad wel voor dat je metingen doet, maar of je in elk natuurterrein alles moet gaan meten, dan moet je natuurlijk ook afvragen. Hè? Maar u zult ook de natuur gewoon de tijd moeten gunnen om bij lagere deposities, en dat is natuurlijk goed om dat te blijven monitoren, gaat het nitraatgehalte in de bodem naar beneden? Gaat aluminium naar beneden, komt calcium magnesium weer omhoog, zie je de vegetatie weer verschijnen. Nou, dat kunt u niet in 162 Natura 2000 gebieden doen, maar enigszins zou het toch wel de moeite zijn om dat te doen. En ook als het om die vraag van meneer Epping ging, die u vorige keer stelde, over die bodem. Ik heb al aangegeven, er zijn honderden natuurterreinen die we 25, 30 jaar geleden, 1990, hebben bemonsterd. Wilt u weten, is daar wat in opgeslagen de afgelopen 30 jaar? Laten we ze gaan herbemonsteren. We hebben het bij 16 van de 250 gedaan. Er liggen nog 234 open om dat te doen. Dus dat soort dingen zijn ook van belang. Maar eigenlijk is het grote punt wat ik zou zeggen,
regionaal beleid, zoals het ook door Eresman is gezegd, hij heeft dat regio's genoemd, en lokaal volgen en maatregelen die de natuur ook verbeteren. Zou u nog kunnen reageren op de vraag van de heer Van Kampen van de VVD-fractie? Nou kom ik op een lastig puntje. De voorzitter was hem niet vergeten. Nee, ik was hem niet vergeten. Ik heb een keer een advies gedaan en zo gaat dat in België. Maar kijk, ik heb ooit een keer een stuk geschreven naar een ander stikstofbeleid in 2020. En daarin eigenlijk gezegd, dat gaat met emissiebeleid doen. Je moet gewoon naar beneden. En bij vergunningen, zo gaat het in principe ook binnenkort in België, heb je gewoon een nullijn. Nul betekent gewoon eenvoudig, als je een activiteit hebt, moet dat gecompenseerd worden met iets anders. En dan hoef je niet 0,0001 depositie door te gaan rekenen. Nul is nul. En dan komt natuurlijk wel de vraag, en dat is inderdaad een punt dat in het beleid is ingeslopen. Maar dat is een politieke kwestie. Waarom blijft het verkeer er buiten en waarom zit de bouw eronder? Waarom hoeft u niet een pasregeling als u een auto aanschaft? Wij met z'n allen, we gaan ervan uit dat de verkeersindustrie dat gewoon zuinigere auto's maakt. En die krijgt gewoon normen opgelegd. En daarmee denken we dat het de komende 10 jaar 50% naar beneden kan. Ja, dat kun je natuurlijk ook aan de bouw. Zo doet men het in België. Dan zeg je, je legt gewoon normen aan de bouw op. En je gaat ze niet onder een pasregeling stoppen. Tja, dat hebben wij dus wel gedaan. En ik begrijp u hoor, maar het is politiek dat dat gebeurd is. Maar het is niet zo raar dat de Belgen het ietsje anders doen en zeggen, bouw en industrie moet met normen. En vergunningenbeleid loopt via activiteiten waarbij landbouw wil uitbreiden en dat moet gecompenseerd worden. Per emissies. Dank u wel. En dan is in dit blok als laatste het woord aan de heer Hanekamp. Ik moet even nadenken waar het ook wel mooi over ging. Kan ik u wel bij helpen hoor. Maar... Ja, dat neem ik aan. Vraag over ministeries. Kom ik daar wel eens? Nou nee, ik geloof het niet. Niet dat ik weet. Tenminste, nee. Ik word ook niet gebeld, dus dat... of ik dat erg vind, dat weet ik niet. Dat laat ik graag aan anderen over. De vraag over Geesje, ja, dat is een prachtige proxyvraag. Daar houden wij van tegenwoordig. Als de inhoud ingewikkeld is, dan gaan we naar een proxyvraag van wie betaalt en dergelijke, denk ik. Vind ik niet zo'n bar interessante vraag. Ik ken Geesje goed. We hebben zelf het onderzoek gedaan. Mijn goede collega Matt Briggs heeft daarvoor betaald. En ik heb gewoon gezellig meegeschreven. That's it. Nogmaals, ik hoor niet bij het stikstofdiscours, dus hier, dit doe ik uit buitengewone wetenschapsfilosofische interesse en veel meer is het ook niet. Het is wel heel erg leuk om te doen, overigens. Significantie, haha, leuke vraag, interessante vraag. American Stikstof Association 2016 heeft gezegd, stoppen met significantie. Het betekent letterlijk, let u goed op, letterlijk niets. Nul. Nature werd net even genoemd. De vraag over impact factors vind ik nooit zo'n boeiende vraag. Ik heb de meest interessante artikelen gezien in obscure tijdschriften. Overigens even ter illustratie. Impact factors zijn lastig, omdat sommige velden die heel interessant zijn en heel belangrijk zijn, nul impact factor hebben. Omdat er maar 10 mensen zijn die daarin publiceren. En sommige velden zijn heel groot, farmacologie, toxicologie, en dan zijn de impact factoren heel hoog. Eén uitzondering, de Chemical Reviews, dat is een tijdschrift dat zeer obscuur is, heeft een impact factor ver boven Nature. Alleen niemand leest het, maar dit terzijde. Significantie moet de deur uit, moet allang de deur uit, want eigenlijk betekent het niks. Het vertelt je ook niks over niks niet. En ik zal u de technische details besparen. Maar het is wel belangrijk. Het heeft de grote statistische organisatie hebben dat wereldwijd gezet. We moeten hiermee ophouden, want het verstoort überhaupt alle wetenschappelijke debatten. Gaan er nog meer vragen, meneer voorzitter? Ik ben het even kwijt. Ja, 21 had nog een vraag over de kritische depositiewaarde in relatie tot geschiktheid voor beleid en de risico's die er. Nou, mijn zinziens als risico-expert zou ik zeggen, nee, is niet geschikt voor beleid. Kort en goed, ik kan er weer uitgebreid over. Dimdam, ga ik niet doen. Dank, u deed u zelf net wel iets te kort. U was ook onderdeel van de commissie Hoordijk. En dat was ingesteld door het kabinet, naar aanleiding van een motie van de voorzitter. Maar dat even terzijde. Dus u heeft ook geadviseerd aan het kabinet en daarmee aan de Kamer.
Tot zover. Hartelijk dank voor al uw bijdrage. En dank ook aan de Kamerleden voor hun vragen. En ik sluit hierbij het rondetafeldebat.